Dag beste kijkers en luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van Foto's met Kurk Droog. Een podcast waarin we het hebben over foto's, feiten en fedivers. Onze gast van vandaag staat vooral bekend om haar Temptation Island deelname van 2017. Tevens was ze ook te zien in diverse andere programma's zoals Just the Two of Us en Celebs Gaan Daten. U hoort het al aan de titels, inhoud alom. Onze bezoeker is ook een grote fan van horror. Dat verklaart ook meteen haar relatie met Fabrizio, want daar meer dan 10 seconden mee praten klinkt als de ergst mogelijke horrormarteling ooit. Deze ex-verleidster is niet bepaald een vrouw uit één stuk, maar eerder een vrouw uit heel wat stukjes ondertussen. Ze komt ruig, stoer en onbevreesd over, maar achter dat stoere imago van tieten en tattoos gaat naar het schijnt een heel lieve vrouw schuil. Let's find out. Welkom, Pommelien. Hallo. Wat vond je ervan? Vond het, Leuke intro. Een leuke intro. Zijn er onwaarheden in? Of? Nee. It's true. It's true. It's all true. Yes. Hè? Op deze podcast is niks fake. Allee, ja. Behalve mijn tijd dan. Never mind. Zeg, Pommelien, wij beginnen onze podcast altijd met een ijsbrekertje. Want we gaan komende uur of twee uur, I don't know, elkaar beter leren kennen. En dus dachten wij, we gooien er een ijsbreker in, dan zijn we goed op weg. Jij zit op OnlyFans. Ja. Geeft jij je belastingen aan? Of course. Belangrijk om te weten tegenwoordig, hè? Want uw collega of, is in de problemen gekomen. Hè? Of is dat uw collega niet? Goh ja, ik ken haar wel, maar nu niet echt persoonlijk. Maar ja, ik geef wel braaf alles aan. Ja, goed. Zeg, dat gezegd zijnde, wij gaan u een paar foto's tonen. En daaruit gaat dan natuurlijk een leuk gesprek ontstaan. Dat ken je anders, met zo'n toffe mensen als wij en u. Ja. Juist, hè? Ja, dat was juist. Dat is heel juist. Jaco, prachtige papegaai, dan. Je mag het eerste fotootje tevoorschijn toveren. Ah. Pommelien, wij hebben ook luisteraars. Kan je eens eventjes de foto beschrijven voor degenen die niet aan het kijken zijn, maar wel aan het luisteren? Ja, dat was dus een fotoshoot die ik gedaan heb voor de start van mijn eigen OnlyFans te promoten. En dan zie je mij dus mooie achterwerken en vleugeltjes. Zwarte vleugels? Achter een vleugelpiano. Was dat een ding? Nee, het is gewoon toevallig. Dus ja. Kun jij muziek spelen? Nee. Het was gewoon voor de show. Voor de show, oké. Ja. Oké. Zeg. Ja, wat is eigenlijk OnlyFans? Ja. Want allee, we weten er wel een beetje, maar er zijn ook veel mensen die het niet weten. Goh, dat is gewoon als content creator, ik dus foto's kunt plaatsen en dan mensen dan tegen betaling iets explicietere foto's kunnen zien. Maar je gaat daar zelf zo ver in dan dat je wilt. Bij mij valt het eigenlijk wel op zich nog mee. Oké. Okay, nou. Wat doe jij er dan op bijvoorbeeld? Gewoon iets bloter dan dat op Instagram mag. En wat is iets bloter? Is dat een tepel? Is dat een, ja, zo. Ah ja. Ja. Okay. Tepel kun je geen tepel kunnen dragen. En ze zijn al rap content. Ja. En waarom zijn ze erin gesprongen? Is dat puur voor de money? Of doe je dat gewoon graag? Of? Goh ja, ik zou liegen als ik zou zeggen dat het niet voor het geld is, want het is wel ergens wel een bijverdienste. Maar ja, ik tatoeëer ook nog, dus dat is eigenlijk mijn hoofdinkomen en dat is eigenlijk een mooi extra centje. Ja. Is het niet meer als dat? Of zijn we nu heel bescheiden? Nee. Het is niet meer. Nee. We krijgen altijd het idee van, ja, op OnlyFans, er is duizenden euro's, miljoenen. Ik denk dat die tijd al een beetje voorbij Dubai, is, hoor. Dat is al... Ik denk dat die tijd een beetje al voorbij is. Ah, ik denk dat dat echt zo de beginjaren waren van OnlyFans. Dat er echt zo booming was. Dat er daar echt 30k... Denk, allee, voor mensen die daar echt constant mee bezig zijn en dat hun hoofdberoep is, denk ik wel dat ze daar heel veel mee kunnen verdienen. Ah, ja. Ik denk ook in hoe ver je gaat. Als je echt porno maakt bijvoorbeeld, denk ik nu wel dat je echt heel... Ja, dat je heel veel geld kunt verdienen daarmee. Je kunt porno maken op OnlyFans, dat kan. Ah ja. Alles kan. Alles kan. Hè. Alles kan. Je kan, of je kan, de pas kan, maar... Ah ja, dat is die 400cc humor zeker. Ja. Dat nu boven komt. Want mensen betalen dan een maandbedrag, toch? Ja. Dat is een subscription en dan krijgen ze alles. Ja. En kunnen die apart nog verzoeken doen en zo? Ja. Speciale verzoeken? Ja, maar... Ja,
Dan doe dat niet altijd, nee, want mensen komen echt met de gekste... Wat is het raarste dat ze aan u al eens gevraagd hebben? Voetdingen vind ik echt raar. Ik vind voeten zo lelijk. En dan vragen ze, soms echt nog gewoon... Ja, ik wil een foto van uw voeten, maar dan met witte sportsokken. Ah. Like... Dus erover, gewoon die zien uw voeten zelfs. Nee. En dan denkt ze van, wat is er echt sexy aan? En het sportsokken. Maar dan laat ze zo sleutelen aan hun lichaam en dan vrouwen ze naar de voeten. Ja, ik snap dat is ook een ozel, hè? Ja. Ik zei, hallo, ik heb wel andere dingen. Er is ook al in mijn voet gesleuteld. Hebben ze aan hun voet gesleuteld? Ja. Echt? Ik ben ooit eens geopereerd aan mijn teen, dus... Ah, en hoe... Niet tevreden van uw teen, wat was het probleem? Nee, ik had een hallux valgus. Sorry? Een ingegroeide nagel. Nee, een hallux valgus. Wow. Ja, dat zijn hier termen. Ja, dus leg uit, wat is... Wel, dat is eigenlijk een aangeboren kromme teen. Aha. Dus mijn teen die stond een beetje naar daar. En dan heb je zo'n bol aan de zijkant van je voet. Ah, ja. En je had er last van. Ja. Het stappen en zo. Ah, pijn. Dus die hebben ze recht gezet. Godverdikke. Yep. Syndroom. Liep al scheef van de geboorte eigenlijk. Ja. Volledig, want ik ben ook geboren met twee scheve pinken. Godverdomme. Ja. Het is niet veel goed aan. Het is niet veel goed aan. Het is niet veel goed. Ik heb niet veel meegekregen. Nee. Oh, dat is toch triestig. Zeg maar, hoeveel abonnees heb je erop of zo? Goh, maar dat verschilt eigenlijk per maand. Want er gaan elke maand weer abonnees weg en dan komen er weer bij. Ja, als je in voeten, dan zijn we weg. Hè? Ja. Nee, maar dat scheelt echt. Ik denk dat meestal tussen de 100 en de 300 altijd zit. Maar dat gaat altijd zo'n beetje op en af. Oké. Ja. En creëerde zo, is er zo iemand bijvoorbeeld, dat je zo een band mee creëert? Een gast die nu al heel een tijd volgt of zo? Of is dat niet? Gewoon nee. Niet speciaal. Voor mij is dat gewoon werken. Ja. Okay. Ja, ik sluit mij daar vanaf. Ja, snap ik. Zijn er veel mee bezig? Of nee. Valt dat mee? Nee, ik ben er eigenlijk niet zoveel mee bezig. Op een week? Of... Goh, ik heb ook een managementkantoor die mij ook wel helpt en zo. Dus met uploaden. En... Ah ja. Dus... Het is echt een side hustle eigenlijk. Ja. Oké. Zeg, en hij zit hier achter de schermen, maar uw partner heeft hij daar. Is hij er oké mee? Die is er nu wel oké mee. Ah ja, in het begin even. Even moeten overtuigen. Nee, ik heb het een paar keer moeten aanhalen. En, uiteindelijk, dat is belangrijk, hè? Ja. Het is belangrijk om erover te praten, hè, als je het wilt doen. Het is belangrijk dat je daar met je partner over hebt. Maar na een tijdje erover gepraat hebben, heeft hij dan uiteindelijk toch gezegd van oké. Kijk, zoveel kan ik verdienen. Oké. You can do this. Ja, maar hoe hem overtuigd? Wat was het doorslaggevende argument? Goeie vraag. Ja, ik weet dat eigenlijk niet meer. Ja, maar dat kan zijn, hè. Dat maar niet. Hè. Dat is nee. Dat is niks verkeerd. Nee, mee, ik denk dat hij gewoon ook heeft alsof gezien... Hij zit erbij, hè, dus ja, je maar ziet, nee. Maar en ik denk ineens een micro vliegen, dan is het niet goed. Nee, hij heeft ook gewoon gezien dat het niet alleen maar om... Hij denkt dat dat alleen maar porno was vroeger. Ja. Dus iedereen, hij dacht OnlyFans, porno, snapte? Ja. Maar dat heeft ook onbekend. Wel wat die naam, hè? Ja, die heeft wel die naam, maar het is niet alleen dat. Nee. Dus je kunt ook gewoon wat explicietere foto's of video's maken, maar dat hoeft daarvoor geen porno te zijn. Nee. Wat ik zelf ook niet zou doen, moest ik bijvoorbeeld single zijn of zo, omdat dat gewoon niet in mijn straatje ligt. Heb jij daar nooit zo verzoeken voor gekregen? Want op een bepaald moment word jij zo een soort van sekssymbool of zo. Iedereen kende nu, of iedereen kende nu nog altijd. Heb je in die richting zo Dennis Black Magic toestanden nooit een voorstel gekregen? Van, nee. Hey, ik heb een porno... Gelukkig niet. Ja, het zou kunnen. Nee. Dat zou echt niks voor mij zijn. Want je hebt zo die casino die, dat is natuurlijk uiteraard geen Star porno. Star Casino. Maar dat is ook... Dat is offline gehaald of zoiets? Er was zoiets mee, niet? Dat is een iets expliciete foto of zoiets, hè? Die ze... Terwijl dat gewoon maar in een badpak is, dus ik snapte het echt niet, want je zag letterlijk niks. Nee. Er was iets over vrouwen onvriendelijk. Ja, dat is zoiets. Maar ik weet echt niet, ik sloeg gewoon echt nergens op. Maar dat stond in de buskotjes. Ja, en heel België. Over heel België, de buskotjes. En het schijnt, de mensen die op de bus aan het wachten waren, die stapten de bus niet meer op. Ja, die bus bleven gewoon kijken. Dat was eigenlijk het probleem. Er waren geen passagiers meer. Dus de lijn heeft gezegd, mannen, stop daar mee. En haalt die foto eens haalt die weg. Of lijn. Offline ermee. Weet je? Ja, maar offline. Maar Pommelien, offline. Is dat de grap? Nee. Dat is niet sorry, blond. Nee, dat is... Ja. Ik kan een OnlyFans maken voor een grapje. Niet natuurlijk blond, toch? Nee. Wat is je natuurlijke kleur? Ja, zie je dat niet? Ik kan dan uitgroeien. Maar jij gebruikt wel dat excuus van blond. Goh, ja.
Ik ben niet dom, ik ben gewoon soms een beetje achterlijk. Wacht. Dat is een overtreffende trap van dom, hè? Maar, volgens mij is het te dom omdat. Nee, nee. Huh? Je bent niet dom, maar soms achterlijk. Maar ja, ik denk soms echt niet na. Of ik impulsief. Ja. Ja, ik heb echt veel brain farts. En heeft u dat ooit in de problemen gebracht? Nee. Nee, ik heb wel meegedaan aan Temptation dat ik doormaak. Ja, vertel daar eens over. Ging dat? Je hebt ze aangesproken, hè? Kan dat niet? Ze hebben nu toch gecast of zo, toch? Ja, wel kei raar is, want eigenlijk ben ik super verlegen. Je zou het toch niet zeggen, maar ik ben echt verlegen. Jawel, ben niet, ik merk ben het een niet, ben niet een... Handje de voorste. Ja, nee. Het lijkt misschien zo, hè, tattoos stoer voorkomen, maar totaal niet zo. En dan hebben ze mij benaderd via Facebook Messenger... Als ik mij dan nog way kan back. Way back. Yeah. It was like 2016. So, yeah. Nee, maar en toen heeft iemand mij gestuurd van ja, zouden dan niet zitten om op casting te komen? En ik werd toen bij mijn zus en ik had haar dat gezegd en mijn zus zei ja, je moet dat doen. En ik zei ja, dat is toch niks voor mij. Ze zegt doe gewoon, hè, meld u aan, doe dat gewoon en je zult wel zien. Ik dacht ja, oké, ja. Dus ik mij aangemeld, bla bla bla. Hoeveel jaar was je toen? Ik was toen, denk ik, 22. Ik moest nog 23 worden, denk ik. Okay. Dan ben ik op casting gegaan. Ja, snapte zoveel mensen... Hoe gaat zo'n casting? Want dat wil ik wel. Ja. Jij komt dan een kamer binnen? Of hoe... Je moest eerst op voorhand allemaal zo formulieren invullen. Ja. Maar dat waren soms echt de raarste vragen. Maar ik heb daar dan wel echt overdreven op geantwoord. Als in, ik ga nu gewoon even mezelf niet zijn. Niet als mezelf denken. Ja, 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 ja. Ik dacht van, nu moet ik echt denken als een verleidster. Want ik ben eigenlijk totaal geen verleidster. Als ik nu gewoon zo saaie antwoorden ga geven, gaan ze me nooit niet doorlaten. Dus ik heb gewoon een beetje overdreven. En ik kreeg echt zo vragen als in... Als je in een club staat en je ziet een koppel, maar die een man, hè, die spreekt u aan, ga je daar naartoe. Dus ik heb gewoon gezegd van, ja, tuurlijk, ik ga daar naartoe. Ja, snapte me, terwijl ik dat in het echt leven totaal niet zou doen. Ja, ja, ja. Maar je moet gewoon een beetje overdreven. Fake it till you make it. Yep. True. True. We hebben ooit eens zo die vlaggenlijst gezien. Ja? Ja. Ik ben er vrij zeker van. We hebben zo vroeger zo die Temptation aan het... reactievideo's en we zijn ook wel in contact gekomen met... Ja, dat is wat... Dat waren soms echt de raarste vragen. Ja, Louise en zo. En volgens mij heeft die zo eens die vragenlijst laten zien. Zegt die moeten invullen. Dat was een heel lange lijst. Zegt ja, dat was echt zo... Dat duurde ook gewoon zo lang. En dan uiteindelijk ben ik dan gekozen om op casting te komen. Dan ben ik naar daar gegaan. Dus wacht, die vragen moet je thuis invullen? Ja, dat is zo op de computer. Ja, op de computer, ja. Okay, dus dan moet je foto's van je eigen erbij zetten, bla bla bla. Ja, je stuurt dat op. Die zeggen... Ja, die zeggen van, oké, dan worden geselecteerd om op casting te komen. Ja? Dus dan moet ik heb wel geen idee meer, dat is helemaal uit mijn geheugen gegaan, hoe dat is gegaan. Ik wist dat ik zo een loopje moest doen en iets moest zeggen, maar vraag mij niet meer hoe of wat, want dat is weg. Dus ze zei bijvoorbeeld van, zoals bij Jill, ik ben Jill en ik krijg altijd wat ik wil. Ja, zoiets in die en dat moest jij doen. Ja, en dan... Uiteindelijk ben ik dan weggegaan en toen zei een van die mensen van ja, je staat wel echt hoog in de dingen. Ik dacht, ja, die zeggen dat waarschijnlijk tegen iedereen komt. Dus ik had er mij niet veel bij voorgesteld. En dan denk ik 2 weken later of zo werd ik gebeld. Ik zat toen met mijn zus in de auto en toen zeiden ja, binnen 2 maanden mocht je mee naar Thailand. En ik dacht, oké. Okay. Heb je dan nog even getwijfeld of zo? Voor nee, ik heb niet getwijfeld. Ja. Maar ik had wel zoiets van, ja, het kan zijn dat je niet in beeld komt. Het kan zijn dat je wel in beeld komt. Dan had ik dan wel juist de chance dat ik toen met Marijn heel hard klikte. Je hebt er redelijk de hoofdrol daar. Dat ja. Is zo, ja. Maar ik was er mij wel niet van bewust, die moment. Dus dat was echt meer. Hoe lang zit je daar? Of weet je dat nog? Of... 2 weken. 2 weken? 14 dagen en 12 opnamedagen. Ah, dus 2 vrije dagen? Of ja, de dan eerste zien? Dag is zo... Als vrijgezelle vrouwen, dan moesten ze bijvoorbeeld een shoot doen daar. Mm-hmm. En allemaal wat, ja. Ja, zo wat. Elkaar leren kennen. Ja. En dan de laatste dag is dan met alle vrijgezellen in 1 hotel. Dat was echt niet normaal. Iedereen deed dat met iedereen daar. Echt waar, ik zag echt gewoon niet... En ik was dan de ene die daar boven helemaal alleen zat te wenen. Om de... Voor Marijn op dat moment. Maar ja, ik was echt zo heartbroken. Ja. En iedereen had gewoon scheid. Dat was met iedereen aan poepen. Ja, maar dat is... En ik zat daar echt zo van, wat de fuck gebeurt er hier allemaal? Dat was echt niet normaal. Ja, vrijgezelle twintigers gewoon... Ja, maar dat was echt... Ja, mind-blowing. Ja. Of blowing. Meer blowing. Ja. Moet je dat niet zo in dat zwembad dan niet toestellen? We sliepen gewoon op het einde in één... Dezelfde gang, want we werden eigenlijk bijna buiten gesmeten door de hoteleigenaar toen, omdat we zoveel lawaai en ja, dat was gewoon.
En uiteindelijk, ik sliep dan met, ik denk dat dat met Daniela, sliep ik op een kamer. Uiteindelijk sliep ik gewoon helemaal alleen op die kamer, want die was bij die gaan slapen, die was bij die. Dan, die lagen met drie in een bed en ik dacht echt van... Jezus. Ze moeten filmen eigenlijk, Temptation Hotel. Eigenlijk is dat iets van... Dat is een echt leuke show. Ja. De laatste dag. Ja, maar dat is echt. Daar zouden ze beter echt zo'n aparte aflevering van gemaakt hebben. Want... Nou, best of zo. Uiteindelijk is dat zo niet spannend, want dat zijn vrijgezellen. Dus. Ja, maar toch, het gebeurt wel veel. Het zal wel zijn. Zeker. Ja, oké, super interessant. Heb je een beetje spijt dat je er nog niet mee gedaan, of totaal niet? Totaal niet. Nee. Het heeft mij uiteindelijk wel gebracht tot waar ik nu sta. Ik heb mijn eigen tattoozaak, deels door mijn verdiensten van boekingen en zo. Ja. Heb ik mijn eigen mijn eigen shop kunnen openen. Dus het heeft mij wel geholpen. Was dat het plan op voorhand? Dat is zoiets van, wacht, dat ik met Temptation Island meedoe, is de kans bestaan dat ik populair word en dan kan ik of totaal niet... Ik was daar totaal niet mee bezig, want ik weet nog, de eerste keer Temptation was eigenlijk niet zo ontploft als mijn seizoen. Want ik weet nog dat ik echt zo mindblowing was, dat ik dacht van, wat gebeurt er hier? Ik was ineens... Mijn volgers gingen, ik weet niet of... En ik werd overal herkend. Mm-hmm. Iedereen wou met mij op de foto. Ik dacht, what the fuck is going on? Like, dat was echt niet normaal. Ja, dat zien we, En ik was ook nog maar 23, dus ik ben dan ook nog redelijk jong. En dan ineens komt er zoveel op je af. Ja. Ook haat, waar ik ook wel een beetje mee moet leren omgaan. Dus... Had daar veel last van? Ja, veel. Maar nu boeit mij daar echt geen ene reet meer. En ik heb een grote reet, dus... Er kan heel wat... Dat kan heel wat. Heel wat niet boeien, met die reet of zoiets. Er kan heel wat haat... Moet je dat zeggen? Oké. Ja, want ik heb dat ergens gezegd ook, of ik heb het gelezen, ik weet het dan niet meer, dat je zei van dat iemand op Temptation Island tegen u zei van, in geen reet. Ja, maar dat keilang bij u is blijven het hangen. Het grappige is dat meisje die dat zei, zelf ook haar billen nu al 3-4 keer heeft laten vergroten. En dat was Rosanna. Maar pas op, ik kom overeen. Ik heb niks tegen haar, want daarna leert elkaar kennen. Dat was op het moment zelf, snapte zo. Die dingen die gaan helemaal op die vrijgezellen in. Maar daarna, uiteindelijk, ik heb niks met die Niels of zo gehad. Dus daarna leert elkaar wel kennen en zo. Maar ik vind het gewoon grappig dat zij dat op dat moment zei van en geen kont. Dat ze wel dan ook diegene was die daarna ook een paar bilvergrotingen heeft gedaan. Dus ik denk dat dat soms ook zo een beetje uit eigen onzekerheid is. Ja, tuurlijk. Omdat het onzeker is en bang is van jou. Wel, maar dat vraag ik me af. Zo Temptation Island is volgens mij is zo heel makkelijk om te zeggen van ja, jongen, dat doet het toch allemaal niet. Maar ik denk dat dat echt veel moeilijker is dan dat het lijkt van op de afstand. Om daar echt te gaan zitten tussen al die vragen stellen, jong. Ja, maar dat is echt, want de tweede keer toen ik heb meegedaan, dat was niet zo als koppel? Leuk. Ja, dat zou ik niet aanraden. Als vrijgezel is dat leuk, hè? Ja, maar als koppel... En omdat je het lastig vindt om de beelden te zien van je partner, of omdat je het lastig hebt om niet in de verleiding te komen? Ja, ik had dat eigenlijk niet lastig op dat moment om niet in de verleiding te komen. De verleiding is wel groot. Ja, is dat zo? Ja, dat wel, want je zit daar op een eiland en je klikt sowieso wel met... paar van die mannen. Mm-hmm. Maar ja, ik was op dat moment zo zeker van mijn relatie en ik zag die persoon toen graag. Dat the name toen, we shall not call. Hij die groen mag worden. Gewoon die persoon. Ja. De bachelor eigenlijk. Ja. Dat was die daar toen ook. Ik heb dat niet gezien. Op dat moment, ik ben ook gewoon zo'n stresskip. En die doen er ook gewoon alles aan, de productie, om je gewoon zo para mogelijk te maken. Is dat met die beelden of fluisteren die zoiets in? Er gebeurt van alles. We hebben niet gehoord. Er gebeurt van alles waar dat dan niet gefilmd wordt, waar dat hij dan op reageert en dan ineens staat met mijn camera. Wacht. Er gebeurt van alles dat niet gefilmd wordt? Ja, dus wacht, ik ga een voorbeeld geven. Ja. Op een bepaald moment... werd ik wakker en ik ging naar boven om te gaan ontbijten. En er lag een brief op de ontbijttafel, maar dat werd gefilmd. Met een cameraploeg. Dat was gewoon met... En ik kwam boven en een paar van die vrijgezelle mannen waren die brief aan het lezen. Maar zo, ik had op dat moment niet door dat dat zo'n beetje doorgestoken kaart was. Ik kende het, want hij zei al zo droepie en dingen... En ze zeiden, en ik zei, wat is dat? En toen zeiden ze, het is beter dat je die brief niet leest. En blijkbaar was dat zo gezegd, een brief van de productie, zo, waar dan ze gewoon
wat als het nog zo gezegd niet op tafel zou mogen liggen, waren dat er zoiets stond over die persoon. Die persoon, de bachelor, ja. Van, ja, hij is niet meer zo zeker van zijn relatie, bla, 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 maar echt zo'n hele dingen. En natuurlijk, ja, ik wou dat dan weer lezen, dus ja. Ik nam dat uit zijn handen en ik begon dat te lezen en ik begon natuurlijk te wenen. Ja. En ze namen dan dat blad af en dan ineens uit niks kwam daar een cameraploeg. Ah, ja. Heel toevallig zo. Heel toevallig. Ja. En dan uiteindelijk was dat dan zo geknipt, dat stuk, en bij een ander beeld geplakt, terwijl het dan lijkt dat ik gewoon constant aan het blijten was. Dat schijnt wel veel gedaan, hè, dat je zo quotes plakt achter dingen die niet gebeurd zijn, maar dat is eigenlijk van nu zo een soort personage gemaakt. Maar ja, dat is echt niet normaal. Die doen dat echt. En was het effectief een brief aan de productie dan? Ja, maar dat was denk ik gewoon expres gedaan, zodat ze mij... Nou ja, ze stonden klaar. Ja. Zo maar achteraf besefte dat maar. Op dat moment dacht ik, oh nee. Ja. Dat ze echt met je voeten spelen. Ja. Dat ze echt willen onzeker maken. Ja. Maar dat is heel de bedoeling van heel dat programma. Hè, uiteindelijk. Ik bedoel, kan je inbeelden dat je die beelden ziet, dat hij wel even binnenkomt. Hè. Ja, toch? Maar ja, weet je wat het ook is? Als koppel, dus ze zeggen rond 8 uur komen ze naar... hotel ging ik zeggen, naar... Het resort. Het resort. Ja, het resort, ja. 8 uur s'avonds komen ze. Maar ja, ongeveer. En dan zeggen ze, wordt dat zo opgenomen van ja, jullie gaan zo naar het kampvuur, bla bla bla. Ze worden al zo dingen. Dan uiteindelijk komen ze pas misschien rond 12 uur halen om uiteindelijk naar het kampvuur te gaan. Ja. Moet je dat loopje voor naar het kampvuur 5 à 6 keer opnieuw doen? Mega moet je dat ze gaan zitten 5 à 6 keer opnieuw? Die sfeer rond dat kampvuur, zie iedereen zo kijken naar u. En dan is ze, werd je terug even naar een ander hotel gebracht. Omdat ze nog alle beelden in elkaar moesten steken. Dus het was al 1-2 uur s'nachts. Je werd op van de zenuwen. Dan ineens kreeg je ineens wel alcohol. Dus dat begon al. Want dat werd niet gefilmd, hè, in die tussentijd. Als je naar een ander hotel werd. Dus je zat daar met met de koppelvrouwen samen. Dus je waren elkaar heel aan het opfitten. Ja. Je waren aan het drinken. En dan ineens 2 uur later terug naar het kampvuur. En dan ineens krijg je beelden om 4 uur s'nachts of zo. En op Temptation zelf lijkt het alsof dat zo kei smooth in een half uur gebeurt. Terwijl dat daar letterlijk uren... Ja, dat je uren kunt nadenken over zo'n ding, dat is niet goed. Hè? En zij dan moe. Ja. En gewoon pissed off, omdat alles lang duurt. Zeggen die mannen, zitten die aan hetzelfde kampvuur? Dat is mij ooit verteld. Dat is ook zo. Dat is zo hetzelfde kampvuur. Ja, dat is juist hetzelfde kampvuur. Maar je denkt dan, wow, dat is in dat uur... Ze spelen met ons voeten, jongen, op de tv. Ze spelen met ons voeten. Dat kan toch allemaal niet? Leon. Veel fake. Ja, maar ja. Zeg, worden we er toen meegedaan met die VIP-versie? Want je zegt, ja... Met die partner toen is de vrouw dan ook gekomen. Van, ja, wilde je meedoen? Ik denk ook wel, als VIP krijg je daar ook wel goed voor betaald. Is dat zo? Ja. Ik bedoel... Het startbedrag hebben wij iets naar boven gehaald. Wij hebben gezegd van wij doen mee als we zoveel krijgen. Ja, dat kunt dat natuurlijk wel. Dat wordt dan ook wel het VIP-koppel. Ja, omdat dat zo speciaal was, allebei als vrijgezel meegedaan. En dan ineens als. Dat was voor die. Dat was een en die wou je ons per se erbij. Natuurlijk. Zie je gezegd startbudget. Is er dan een budget dat je in het midden ook krijgt van... je bent goed bezig hier, zo? Of wat bedoel je? Maar ik weet toen... kreeg elk koppel... Dus, niet elk koppel, maar elk van de koppels... kreeg sowieso €5.000 om mee te doen. Om 2 weken op vakantie te gaan, bij wijze van spreken. Maar dat vonden wij te weinig, dus we hebben dat een beetje naar boven gehaald. Je hebt nog iets te betalen of zo. Ja. En wat is een beetje? Is dat... Maal 4... Goed zo. Dat is 500 of zo. Nee, maal 4. Ja, maar ja. Slim. Oh. En wie dan direct ja gezegd? Die andere partij? Oh ja, dat was zo'n beetje over en weer. Maar ja, we hebben toen wel ook een procentje aan ons management moeten, want die heeft daar eigenlijk voor gezorgd dat we zoveel kregen. Ja. Dat is aan de man dat je 5000 maal 4 kreeg. Nee, ik denk als koppel. Elk. Ja. Kunnen we als koppel mee dan? Ja, ik denk het wel. Temptation Island, let's go. Ja, hey, kom op, zegt elk. Oh. Hey, ja, business going well. Ah, ik bedoel, dat is ook niet abnormaal, hè, want dat is ook wel... Het kijkcijfer. Dat is het kijkcijfer, ding, dat je dat kunt zeggen. Ja. Zie je, en dat is het laatste dat we erover zeggen. Is je daar in de fout gegaan? Ja.
Serieus? Je krijgt dan zoveel geld? Om er dan... Allee, ja. Oké, ja. Dus dat is een pornoacteur eigenlijk. Die krijgt geld om dat... Goh, god damn. Ja, zwart. Volgende foto. Ja. Wat denkt u daarvan? Jaco, slaap jij? Ja, dus. Jaco slaapt, dames en heren. Wow. Kijk eens aan. Prachtig. Ja, ja. Sergato, hè, want dat is heel. Ik snap ook niet waarom ik zo versierd ben. Ik bedoel... Jij wordt toch graag versierd? Ja. Allee, daarom doen we Temptation Island mee? Ja. Ja. Heb je dat mopje door of ook niet? Jawel, jawel. Ah, die wel. Ja, nee, ik heb deze ook ergens opgevist, ik weet niet waar. Voor de luisteraars, dit is een jonge pommelin. Ja, ik denk dat ik toen 14, 15 was. 14, 15 jaar. Is dat een kerstboom? Of is dat, ik denk het. Ja, dus kerstperiode, kijk eens aan. Ik vind u heel zo Taylor Swift of zo, nee? Ik weet niet of dat ik dat als compliment moet... Taylor Swift heeft geen kont, hè? Ja, maar ja... Een 10-jarig meisje. Oh, die bles, ja. Die bles ook. Dat was echt zo in, hè, die tijd. Die bles. Zo. En ik weet nog dat ik zo is dat echt... Is dat de pony? Nee, zoiets anders. Nee, dat is gewoon een bles. Ah, okay. Oh, sorry. Ah ja, oké. Okay. Nee, zeg... hoe was uw jeugd? Heb jij een leuke jeugd gehad, kunnen zeggen? Of ik heb echt een topjeugd gehad. Ah, amai, dat is ja. Goed. Ik heb altijd bij mijn mama gewoond, maar mijn ouders zijn heel jong gescheiden. Allee, jong, als ik jong was, bedoel ik. Ja, ja. En ik ben eigenlijk opgegroeid bij mijn mama. Mijn mama had altijd een café. En ik ben eigenlijk heel vrij opgevoed. Dus ik mocht eigenlijk van jongs af... Maar ook omdat ik verstandig was. Mijn mama wist dat ik verstandig iemand was. Dus ik mocht eigenlijk al van heel jongs af aan uitgaan. Ah, ja. Dus ik heb wel een leuk. Ik was redelijk vrij in mijn laten en mijn doen. Dus, En uw vader, die had er dan geen contact meer mee of zo? Ik heb een tijdje minder contact gehad met mijn papa. Nu is dat wel weer goed. Mm-hmm. Maar ik heb het er wel vroeger een tijdje moeilijk mee gehad. Want mijn mama en mijn papa, ja, die komen eigenlijk niet meer zo goed overeen. Nee. En ik denk dat mijn papa een beetje moeilijk kon verkroppen, dat ik goed op mijn mama leek. Oh. Ja, dat was zo'n beetje een ding. Maar nu is dat weer allemaal in orde. Ze moeten alles beginnen veranderen? Of, Ben ik nog meer op mijn mama beginnen lijken? Okay. Nee. Maar nu is dat weer allemaal goed. Ja. Wat is er dan typisch van uw mama dat jij ook hebt, bijvoorbeeld? Maar wij lijken gewoon echt goed op elkaar. Ik ben gewoon volledig hetzelfde type als mijn mama. Mijn zus daarentegen, die is 13 jaar ouder dan mij. En dat is helemaal zo wat meer mijn papa. Ja, ik ben meer zo, weet je wel, het extravagante, tattoos, ja. Mm-hmm. Ja, maar ik ga zeggen dikke tieten, maar mijn zus heeft nog dikkere tieten, dus dat moet niet. Maar gewoon, ja, hey. Zo het buitenbeentje van de familie, zo. Oké. Okay. Zeg, en zo opgroeien in een café dan eigenlijk, hoe is dat? Is dat tussen mannen, oudere mannen, vrouwen? Of heb je nooit echt zo... Goh, ik was niet zo de typische cafédochter, want wij woonden boven de café. Mm-hmm. En ik was ook niet... Mijn mama zei het altijd zo van... Mijn dochter is niet de typische cafédochter. Ik ging nooit niet vaak beneden hangen. Okay. Tenzij dat mijn vrienden kwamen, want dat was wel wat dan leuk. Want dat was ook zo wat jonger café. Het kwamen daar vaak jongeren en zo. Dus als mijn vrienden zo kwamen, dan vond ik dat wel leuk in het weekend. Ja. En dan zat ik vaak beneden. Dus dat maakt ook niet uit als ik zo wat dronk of zo. Want het was gewoon trappen. Snel thuis, hè. Ja. Ja. Maar dat vond ik dan wel leuk, zo. Ja. Die tijd. Zeg, wat heb jij gedaan op school? Ik heb schoonheidszorg gestudeerd. Dus ik ben eigenlijk afgestudeerd als schoonheidsspecialiste. Maar daar heb je diploma van? Ja, maar dat was eigenlijk niks voor mij. En waarom niet? Goh, ik was nooit het meisje op school. En raar maar waar, maar ik had heel weinig vriendinnen op school. Vind je dat niet zo raar? Ik had eigenlijk maar één beste vriendin, die nu nog altijd mijn beste vriendin is. Ah, okay. Dus dat kom ik ook niet zo vaak tegen. Nee. En zonder haar was ik echt zo verloren. Dus als zij ziek was of ik was ziek, dan waren we allebei zo. Het verloren kind op school, zo. Ah, zo, ja, ja. Dat dan we zo had je niet niemand. Wisten zo van bij wie dat we moesten zo lopen of doen. Zie, ja, dat was echt... Komt dat? Is dat een ander type vrouw dan? Of zo? Dat is iets van die Barbie-poppen. Dan ja, echt zo van die meisjes. Ja. Zo. En ik ben totaal niet zo. Ik heb ook altijd zo in mijn jeugd meer vrienden gehad dan vriendinnen. Ik was altijd one of the guys. Ja. Ik voelde mij meer op mijn gemak bij mannen. En dat was niet omdat ik val op mannen, maar gewoon omdat ik... Ja, hoe komt dat ding? Ik weet dat niet.
Ik heb dat nu nog altijd, hoor. Ik heb echt niet veel vriendinnen, omdat ik gewoon, ja, ik vind vaak heel veel vrouwen, ja, fake. Als in, ja, niet hoe dan ze eruit zien, maar hun... Ik weet wat je wilt zeggen. Ja. Een beetje vals, zo misschien. Ja. Zo, ja, ja. Ja. Ja, vrouwen kunnen dat, hè. Allee, ik bedoel, waarschijnlijk kon ik weer al haatreacties krijgen, maar die kunnen ze een compliment geven. Zo van, hey, ja, hey, girl, menen, ja. Hey girl, looking good. Die draaien hun om en zeggen, maar wat een dikke koei. Ja. Dat snap ik niet. Dan ja. Van, joh, zeg dat dan gewoon niet. Hè? Maar ik denk dat dat ook komt door wat ik allemaal heb meegemaakt. Zo de haatreacties en de dingen en zo, dat ik mij een beetje... Een beetje afstand. Ja. Maar dat was toen nog niet, hè? Nee. Maar ik heb dat wel al sinds dat ik jonger was... dat ik zo heel veel haat kreeg van andere vrouwen. En dat was omdat ik heel goed lag bij mannen. Is het een bedreiging? Ik was een bedreiging. Ik denk het wel. Ja. Maar dat was niet niet op het vlak van liefde, nee, want ik was gewoon one of the guys. Ja, maar de meeste vrouwen konden dat dan niet uitstaan. Allee, vrouwen, meisjes in die tijd. Ja. En dat was altijd zo, ja, die pommelien en ze slet. Terwijl dat ik nooit iets niet deed met die jongens. Maar ja, dat was gewoon zo gehangt met een jongen. En dat was al direct van... Die een slet. Ja. Ja. Dat is jaloezie, meer is dan zeg, want die haatreacties, is dat dan meer mannen of vrouwen? Dat je krijgt op DM's of whatever dat je dan krijgt? Dat is een beetje verschillend. Ah. Ja, soms mannen, soms vrouwen. Maar soms vind ik dat ook wel raar, want meestal zijn er soms echt zo oudere vrouwen. En dan kijk ik ze op hun profiel, dus die schrijven dan echt zoiets heel vies. En dan kijk ik op hun profiel en dan hebben die zo... een dochter en een kleindochter. En dan denk ik zo van, maar zou je dat graag hebben dat je kinderen of kleinkinderen gepest worden? Want tuurlijk. Je bent eigenlijk nu gewoon hetzelfde aan het doen. Maar ja, bon. People are stupid as fuck. Ik vind dat gewoon heel raar dat je zeker op die leeftijd je eigen daarmee bezig had. Ja, snap je? Zijn je er ooit op ingegaan of heb je altijd gewoon van fuck it? Soms ga ik er wel op in, maar dan meer op zo'n grappige manier. Ja. Wat zei je dan bijvoorbeeld in die niet? Goh, ik heb dat heel vaak zo op Instagram, dat ik dat dan zo een keer deel met mijn volgers. Maar dan ga ik publiekelijk belachelijk maken. Ja, maar dan echt gewoon publiekelijk belachelijk maken. Het was dan ooit iemand die zei van... amai, jij bent dik geworden, want ik ben wel een beetje bijgekomen. I'm proud of it. En ik had die reactie dan gewoon geplakt en dan mijn eigen gefilmd, terwijl ik zo'n sandwich aan het eten was, snap je? Ja, zo. Dat smaakt goed. Ja. Zo van, ja, boeien. Ja, maar ik ben altijd zo bizar. Waarom doen die mensen dat inderdaad van... Je ziet een foto van u en oké, whatever, dat je dan dikker bent geworden. Maar waarom typen die dat? Ja, ik sta dat ook niet. Je kunt dat denken in je eigen, maar... Ja, maar die willen u volgens mij gewoon een reactie uitlokken. Van u. Dan is u een dag goed, hè? Volgens mij wel. Volgens mij is dat ding van, ja, dan kunnen we die aan een dag... Want dat zijn meestal nobodies die dan zoiets hebben van... Maar je bent wel dikker geworden en die hopen dan dat dat u raakt. En dan is die een dag goed of zo. Of ik weet dat raakt me echt niet meer zo. Dat dus... vroeger echt, want je zegt altijd nu niet meer. Precies vroeger dat er wel echt last van gaat. Ja, in het begin als ik zo bekend uit tussen haakjes, want ik zeg niet graag... Haakjes, nee, maar ik zeg dat gewoon niet graag. Nee, maar het is zo, hè. Ja, dus 4x5k Dat was nooit gekregen. Nee, als ik dat meegedaan, de eerste keer met Temptation, en ja, zo de maanden nadien, komt er echt heel veel op je af. Mm-hmm. En dan heb je ook echt te maken met zo'n internettrollen. Ja, maar ja, vooral zo de HLM-reacties. Ja. Die ik dan wel echt las. Dat is zo, je leest dat. En dan je denkt zo van, nee, ik ga dat niet lezen, maar uiteindelijk lezen ze dat toch. Ja, dat is het begin. Dat is omdat je dat niet weet. Maar ja, is er allemaal zoveel. Ja, jaag je daar zo in op. En dan heb ik echt wel een moment gehad dat ik met psychologen heb moeten praten, dat ik antidepressiva's heb moeten nemen. Ja, dat was echt even een donkerdere periode. Maar nu, ik heb ook mediatraining gehad en zo, dus hoe dat ik daarmee kan omgaan. Was dat dan op advies van die psycholoog dan, van gewoon mediatraining? Wat is dan het grote verschil? Dat je er nu niet meer van aantrekt en vroeger wel? Wat is dat dan? Maar ik denk dat dat ook te maken heeft met ouder worden. Ja, ouder worden gewoon. Ja. Dat je verstandiger. Ja. Wijzer wordt. Ja. Ja, maar, ouder inderdaad. En ook, weet je wat dat is, denk ik? Ik heb nu, ik zal zeggen, je bent inderdaad ouder geworden. Je hebt een partner, je zit iets aan het opbouwen, je hebt een eigen zaak. En jij denkt van, ja, gast. Boeien. Ah, ik ben, jij vindt mij dik. Oké, broer. Ja, en life goes on. Ik kon nu nog even 4x5k verdienen. Ja. Bye. Wacht, ik heb het in een hoekje gaan winnen. Ciao. Ja, dat snap je. En vroeger is dat zo misschien het enige dat je dan zo wat hebt, maar nu heb je veel meer om voor te leven. Ja, vroeger trok ik me ook meer aan wat de anderen zeiden, omdat ik altijd zo dacht van, ik moet voor hun. Allee, snapte. En nu heb ik zoiets van, zolang dat mijn vriend
vind dat ik er goed uitzie en ikzelf. Nog belangrijker, jijzelf. Ja, en ikzelf. Dan is dat het belangrijkste. Je ziet hem dat je er goed uitziet. Hij is hier niet aan het knikken. Hij is denk het wel. Wel, we hebben eigenlijk volgende week een podcast, Mim. Nee, we willen even vragen. Zie, nee, wat ik wel vroeg van die psycholoog, want dat is wel redelijk duister dan, dat je zo diep ziet. Wat zegt hij dan tegen u? Van, trek het u niet aan? Of wat voor tools geeft hij nu dan om daarmee om te gaan? Ja, dat is eigenlijk een psycholoog die van Temptation uit zelf u werd aangesteld. Sorry dat ik onderbreek. Is dat die zus van Annelien of Annelies Korowitz? Nee. Dat was iemand anders. Ook, die is er later pas bijgekomen, denk ik. Nee, dat was, volgens mij noemde ze Annelien. Ja. Annelien. Nee, maar dat was echt een super lieve vrouw. En die heeft mij daar wel echt zo doorgeholpen. Dus. Maar specifiek, wat zegt die dan? Maar dat waren gewoon echt gesprekken. Ah, ja. Gewoon echt praten. En ook gewoon, zegt ze, je mocht gewoon echt een keer alles eruit spijten. Ja, ja. Dus dat was echt constant wenen. En ze had echt zo heel het met zakdoeken. Maar dat deed wel deugd, omdat dat iemand is die niet in je kring zit. Dus je kunt daar wel zo een keer ventileren. Ja. Dus dat okay. was wel... Oké, okay, cool. Oh, super. Hoe lang ben je daar dan naartoe geweest? Ze is eigenlijk altijd naar mijn huis gekomen. Maar is dat dan 3 maanden? Is dat een gewoon jaar? Elke keer dat ik het nodig had, kon ik haar bellen. En dan kwam ze langs wanneer ze kon. Nee, maar okay, goed dat je er boven is gekomen. Hè? Dat is, het was Marleen, denk ik. Marleen. Marlies? Zo'n vrouw, hè? Oh, die mag hopen, jongen. Die... Maar ik zei toch dat ik slecht was in naam? Ja. Dat blijkt. Ja. Dat blijkt. Oeps. Ja. Zeg, en heb je zo kattenkwaad uitgezocht? Omdat je zegt, ik ben one of the guys. Zeg je dan zo als jongere zo wat kattenkwaad? Of dat totaal? Dan voor je een braveke. Jawel, maar zo ook niet echt zo erg, maar wel zo wat, ja... Oh ja, wat doen jongeren? Een beetje straat hangen. We hebben ooit keer... Graffiti, autobommen, granaten. Ik heb wel ooit keer ingebroken op een school. Oei. Ingebroken op een school? Maar ja, niet ingebroken. Een keer over een hek geklommen en dan zo een tour gedaan op school, terwijl de school eigenlijk gesloten was. Dus uw school of een andere school? Een andere school. En waarom? Ergens in Le Christi, ik weet niet meer welke school dat was. Ik was denk ik 14, 15 jaar of zo. Nou, dat is weer een naam, hè. Dat is weer een naam, hè. Dus ja. Je weet het niet. En die speelplaats zag er aantrekkelijk uit? Of? Ja, we dachten gewoon van, kom, we gaan een keer over de hek springen, snapte? En je rokte niet meer terug. Jawel. Ah. Maar zo van die kast, ik had niet echt zo eigen dingen of zo. Maar. Nee, oké. Okay. Huh? Ja, dat is zo doelloos. Dat omschrijft mijn jeugd. Niet gepikt of zo. Of heb je gezegd, onze school is beter. Beste, ja, een vlag of zo, niks gedaan. Nee, we liepen gewoon ergens en we passeerden een school en we dachten... Ah, of zo is in de gang gekakt of zo. Ja, nee. Ja, dat is het al. Je er aan toch, nee. Nee. Ah, okay, ik had dat beter gedaan. Ja, eigenlijk. Ja. Nee, zo'n vlag is geen. Onze school is beter. Ja, dus, de gang kakken, ja. Ja, als je eraan toch zou moeten eten doen. Het is een raar zicht, hè? Dat je ineens mensen kak ziet. We hebben dat eens gezien, hè? Ben je niet vreemd? Wat? Mensen kak. Ja. Stel je voor dat je ergens zijn, je ziet, dat is toch vreemd? Ja. Dan ben je van, hier heeft een mens gekakt. Ja. Dat je ooit nog eens in een school komt, ja, we doen dat, hè? Ja, we doen dat. We hebben dat eens gezien, hè? We hebben dat eens gezien, absoluut. Zo. Ja, dat was een gast die heel zet was en die was aan het kakken in een keldergat. Okay. Ja, dat is echt waar. Nice. Tegen het, maar ja, dus... S'morgens komen er mensen in hun kelder, gewoon een bus melk halen of zo, weet ik veel. En die zien daar mensen kakken. Dus stel, je komt in diezelfde kelder en je hebt zoiets van... Ah, een hondje heeft hier gekakt. Dat is kut. Maar dat is een hondje. Dat kan. Maar je komt in dezelfde kelder binnen en je denkt... Iedereen een gast gekakt. Dat is toch anders? Dat is man... Ja, dat is bescheten, hè? Ja, wat is het verschil? Want eigenlijk is een kak toch? Nee. Maar toch, ja, nee. Een mens doet dat... Allee, je weet dat hem dat doet. Een hond doet zijn ding. Ja. Een mens bepaalt, ik kom nu hier in dat keldergat. Dit keldergat is perfect. Ja, ik denk niet dat hij dat echt nog bepaald en goed wist, die mens. Ja, dat is iets dat in onze... Ik dacht misschien dat dat zo'n Franse wc was of zo. Nee, waarschijnlijk. En daarna is je vader hem komen halen en die is dus helemaal... Vol kijk, in de auto gestoken en dan is heel zijn auto vol. Allee, ja. Dat is
Een kijk vooral. Ja, een speciale ervaring. Daar hangt een luchtje aan. Ja. Hey, maar jij moet comedy schrijven, denk ik. Ja? Ja, ja. Nee. Nee. Abort mission. Of zonder namen dan. Personeel zonder namen, anders komt dat niet goed. We hebben hem opgestappen terwijl hij aan het tatoeëren zit. Ja. Ja, goed. Wat is... gewoon even heel diep, hè. Wat is uw favoriete herinnering van vroeger, Pommelien? Mijn favoriete herinnering? Ja. Damn. Dat of zo de eerste dat je hebt, zo. Maar nu is het met kijkte, denk je zeker. Maar ik heb echt gewoon brain farts. Hè. Dat is gewoon... Als mensen mij vragen, wat heb je gisteren gegeten? Wat heb je gisteren gegeten? Kijk, ik moet echt nadenken, want ik weet het niet meer. Oké. Okay. Schat, wat heb je gisteren gegeten? Maar waarschijnlijk weer hamburgers, want je bent wel verdikt, hè? Ja. Ah, frieten. We hebben frieten gegeten. Frietjes. Ja. Ah, frietjes. Lekker. Ja. Die wist dat ook al niet meer. Ja. Whatever. Zoekt, zoekt. Wat is uw frituurbestelling? Normaal gezien een juliaantje. Oei, excuseer. Zie, jullie kennen dat niet, hè? Nee, in Antwerpen bestellen wij als normale mensen. Dat komt uit Gent. Wat is dat, een juliaantje? Een juliaantje. Julien? Een juliaantje. Dat is een pak friet met stoofvleessaus, mayonaise, gebakken ajuin, allez, van die gedroogde ajuintjes, ja. Satékruiden en een viandel in stukjes. Allemaal in één ding? Allemaal in één... heel lekker. Een schotel, eigenlijk. Ja. Ja, een juliaantje. Oké, okay, juliaantje. Dat was even een zijsprongetje. Ah. De frituur, ja, snap. Ja. Wat waren uw idolen vroeger? Ik heb nog een... Mijn idolen? Ja. Dus we gaan van ja, frituur, van frituur idolen. Naar idolen. Alles, hè? Alles, hè? Well, misschien hangt daarom een goede herinnering aan van die jeugd. Of goh, ik ben wel al heel lang fan van Rammstein. Het zwaardere werk, ja. AC/DC zien we hier ook. Ja. En het is niet dat ik... Ja, ik ben zo meer van het rock en het metal en techno ook, maar dat is meer voor uit te gaan. Ja, ja, oké. Okay. En kun jij teksten wel herinneren om mee te brullen? Ja, of dat wel. Dat, wel? Dat ja. Is heel zot, want ik kan mij heel goed... Duitsland. Wie is u... Dus Rammstein, dat is uw favoriete groep? Ja. Favoriet liedje? Puppe. Poepen? Puppe. Ah. Puppe. Puppe. Pepe. Dat ken ik niet. Hoe gaat dat? Kent je dat niet? Ja, ik ga dat nu niet zingen. Jawel. Oh, neurie. Nee, maar weet je wat grappig is? Je moet daar een keer naar luisteren. Dat is precies dan niet mijn naam zeggen in dat liedje. En daarom is dat mijn lievelingsliedje. Puppelin. Puppe. Nee, maar je moet dat gewoon een keer beluisteren. Dan gaat je mee. Maar laat eens even horen waar dat gaat. Dan ken ik nee, het. Dan weet ik ga nu niet zingen. Zeg maar, je kunt wel zingen, heb je gezegd. Hè? Waarom heb je daar nooit niks mee gedaan? Omdat ik podiumvrees heb. Ah ja. Dan moet jij meer dan een Masked Singer, want dan weet niemand dat zou ik wel nog graag doen. Ah ja. Of misschien... Dames en heren van VTM. Pommelien wil graag meedoen aan de Masked... Jij zit er volgend jaar in, hè? Nee, sowieso niet eigenlijk. Ik kan wel van een percentage van het is nu ook niet dat ik echt zo zot kan zingen, gelijk een Camille of zo, maar, nee, maar ja. Ik heb het wel een beetje in mij. En wat zou je kostuum dan graag... Wat zou je graag als kostuum? Welk diertje? Zo iets duister. Een kraai of zo. Een kraai. Is dat er al niet? Een raaf. Raaf. Een zwarte kraai. Kijkt je naar de Masked Singer? Nee. Ik kijk echt niet naar Flamano-programma's. Flamano-programma's? Ja. Als in Vlaamse programma's? Ja. Ah ja, oké. Okay. Ja. Flamano. Is dat, wij zeggen Flamand. En waarom Flamano niet? Komt uit Limburg. Ik heb daar gewoond, dus ik zeg dat altijd. Ah ja, met? Dingske. Dingske. Ja, en waar komt dat je er niet naar kijkt? Nou, omdat keer, ik ja, niet naar Flamano-programma's kijk. Ja, maar waarom kijk je niet naar Flamano-programma's? Omdat ik alleen maar naar Investigation Americano-programma's kijk. Ja. Ja, nee, echt, ik kijk alleen maar zo naar... Er jij Discovery ID? Ja, altijd. Mijn vriend wordt er echt onnozel van. Ik wil elke keer naar de first 48 hours kijken. Ja, ik heb dat ook. Ja. Het probleem is, als je ene seconde van zo'n programma ziet, dan wil je dat niet afzetten, want je wilt weten, heeft die zoekboer die vrouw vermoord, ja of nee? Ja, maar ik kan al van het begin zeggen van... Nee. Jawel, ik ben er echt... Ah, wel, dan gaan wij eens een keer samen een aflevering kijken. En dan zullen wij eens zien wie dat snelste de moord oplost. Is een deal? Dat opnemen, hè. Ja. Opnemen, hè. Ja, fijn. Allee, goed. Okay. Dat was hier heel van trek op een takje. Moorden, frituursnacks, Masked Singer, Flamano, Julien. Een Juliaantje. Van alles. Jij bent eigenlijk begonnen met de goede herinnering aan de jeugd, hè? Ja, en zat er geen? Ik kan me echt heel weinig herinneren van mijn jeugd. Dat is heel raar. Maar waar. Ja. Dat is ook al lang geleden ondertussen, hè? Ja. Begint, hè? Begint te talen. Zeg, in welk liedje zou je willen zingen als je de Masked Singer doet? Rammstein. Niet Rammstein.
Wat is er nog dat je goed kunt? Het liedje van Miguel. Adorn, dat kan ik goed. Van wat? Miguel. Miguel? Ja. Wie? Ah ja. Ah ja, die. Ja, moest even... Ja, hey, hallo. Ik weet ook niet alles, hè. Neur je het eens, alsjeblieft? Nee, ja. En dan de zo, tot dat we Oké, dan gaan we rustig naar de volgende foto. Ja, allee. Ho. Allee, kom dat het wat vooruit gewoon, hè, want... zie. Kijk eens aan, Pommelien. We zien u hier in een of ander spiegelpaleis, denk ik. Ja, hoe noemde dat nu weer? Ja. Een spiegelpaleis. Wacht, gewoon stil te laten tot Pommelien weet hoe dat spiegelpaleis heette. Was dat niet de beste luisteraars, u hoort van ons binnen 3 uur. Volgens mij was dat de Smile Safari, of hoe noemde dat nu weer? Ja, 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 ja. Ik heb iets gelezen inderdaad van de safari, ja, klopt. Een Smile Safari. Zie je, we zien u hier in een spiegelpaleis. En pas op, er komt een bruggetje. Ben jij tevreden als je in de spiegel kijkt? Ja, ik ben wel tevreden als ik in de spiegel kijk. Ik ben meer van mezelf leren houden. Ik zal het zo zeggen. Was dat vroeger inderdaad lastiger? Ja, vroeger vond ik dat lastig. Maar nu heb ik dat wel geleerd. Door de psycholoog? Of is dat ook weer ouder worden? Ja, ik denk ouder worden. Gewoon accepteren. Aanvaarding. Ja, aanvaarding. En ik vind ook niet dat ik er slecht uitzie. Dus. Nee, zeker niet. Maar ook niet uitzag dan, of wel? Of vind je wel... Wat blieft? Vond je dan echt dat je er slecht uitzag vroeger? Vond je dat... Nee, maar... Als je nu bijvoorbeeld een foto van vroeger ziet, kun je dan echt zeggen van... Ik zal maar zeggen, 18 jaar voordat ja, ik vind bouwwerk wel... in de plaats hadden ja, gevonden. Ja, ik vond wel voor mijn monumentenzorg dat er wel nog... Wat werk aan was. Wat werk aan was. Ja, ja. Dat denk ik. Nee. Maar, allee, ik onderhoud dat wel, hè. Ik bedoel, mijn monumentenzorg. Maar, is dat een verslaving? Ja, eigenlijk wel. Ja. Want wanneer is het laatste dat je iets hebt laten doen, bijvoorbeeld? Oh, ik denk 3 maanden geleden nog eens botox of zo in mijn voorhoofd en mijn kraaienpoten heb gedaan. Maar die botox, wij zijn mannen, wij weten niks, dat is sowieso iets dat je moet herhalen. Ja, dat is niets blijvend, hè. Dat is niet blijvend? Nee. Ah ja, oké. Dus oké, dat is nog ça va. Wat waren de laatste grote ingrepen dan? Dat was het verwijderen van mijn bilimplantaten. Ja, dat was een en ander misgelopen, toch? Daar is het. Ja. Oh. Oké. Oké, ja. Vertel, waarom heb je die eruit gedaan? Ja, ik denk dat ik een jaar of 23, 24 was, als ik bij een andere influencer had gezien dat ze bilimplantaten had. En ik vond dat zo mooi staan bij haar. Dat een ik toen... Flamano of een Americano? Een Nederlandse. Een Nederlandano. Een Nederlandano. En toen dacht ik, ik wil ook die billen. Maar ja, uiteindelijk, achteraf, niet elk lichaam is hetzelfde. Ik bedoel, iedereen ziet er anders uit. En dan had ik mijn... had ik dus bilimplantaten laten steken. En niet kort daarna wist ik van... Nee, dat is het niet. Dat deed pijn, dat zat niet goed. Je voelde dat echt zitten, hè. Dus als je daarop zat of zo, was dat precies of dat er iets in de weg zat de hele tijd. Dus, en dat deed pijn, dat zat niet gemakkelijk. En het zag er ook gewoon niet uit. Ja, ze is op zich over een slechte stoel bezig. Ja, maar dat was ook, dat was ook zo. Ik heb een stoel in een IKEA gekocht. Dat zat niet goed, dat was pijn. Ja, dat is wat hetzelfde eigenlijk. Ja. En dan heb ik toch na 2 jaar beslist om ze er te laten uithalen. Je hebt 2 jaar rondgelopen met een pijnlijk zietvlak. Ja. Mijn. Ja, omdat ik altijd zoiets heb van, als ik dat eruit laat halen, gaat dat niet mooi zijn. Ah, ja. Maar toen dacht ik van, fuck it, liever dat dan met pijn en... schaamte te moeten, want ik schaamde mij daar echt in. Ik droeg altijd zo XXL-t-shirten, zodat dat zo over mijn kont kwam. Ja? Omdat die er te veel uitstak en ik vond dat niet meer mooi. Dat was te geworden. Dat was te, ja. En dan heb ik wel een BBL moeten doen om zeg maar hetgeen dat eruit is gegaan terug een beetje op te vullen. Mm-hmm. BBL. Een Brazilian butt lift. Ah, voilà. Dus dan nemen ze eigenlijk borsten, vet... Borsten, billen en... Nee. Okay. Nee, dus dan nemen ze eigenlijk vet van je buik en je benen en zo. En dan zuiveren ze dat en dan spuiten ze dat via je achterwerk. Dus waar je implantaat zet, dat spuiten ze dan dicht. Eigenlijk, basically, plastisch gezegd. Ja. Dat klinkt allemaal heel pijnlijk, Pommelien. Ja, dat is ook allemaal heel pijnlijk. En uiteindelijk is dat allemaal niet waard. Dus moest ik nu tegen mijn 23 jaar zelf iets kunnen zeggen, zou ik zeggen, don't do it. Niks of enkel dat? Ja, kijk, nou mensen een keer een BBL doen of zo, oké, maar gewoon die bilimplantaten en echt zo van die extreme dingen.
Mijn neus heb ik ook gedaan, hè, dus. Ja, ja, en dat was door omdat je dat een filter had gezien, heb ik gelezen. Ja. Je had op Snapchat of whatever een filter en je zegt, ja. Hey, die neus wil ik. Dat is eigenlijk, toch gek, nee, dat is eigenlijk eerst en vooral gekomen omdat ik ooit één keer commentaar heb gehad op een foto. Kom van één keer? Ja, één keer. Doe iets aan je neus. En jij doet het dan? Nee, het was zoiets van of doe iets. Ja, en dat is blijven hangen. En op dat, sinds die ene commentaar fixeren. Heb ik mij beginnen fixeren op mijn neus. Echt? Nee. En dan dacht ik van, maar okay. Dan heb ik wel, want ik heb er nu nog last van. Ik heb sinds kleins af aan altijd een dichte neus gehad. Dus een sinusitis altijd, bla bla bla. En dan heb ik een CT-scan laten maken van mijn hoofd. En toen zagen ze dat mijn tussenschot echt super scheef stond. Dus ik moest sowieso aan mijn neus geopereerd worden, aan de binnenkant. Dus ik dacht. Als ik dan toch de binnenkant moet doen, kan ik ook de buitenkant doen. Ah ja. Ja, maar uiteindelijk heeft die operatie niet veel geholpen, want ik heb eigenlijk nog altijd binnen buiten. Ja. De binnenkant en de buitenkant zo in een keer. Kerbars en ek doen ze dat ook, hè. Ja. Zo zou dat ook wel kunnen zijn hier. Allee, ja. Doe maar binnen en buiten. Ja, doe maar binnen en buiten. Allee, ja. Jongens, stofzuigen. Ja, binnen. Zo. Maar ik vind het dan zo super weird dat je dan zo door die ene comment dat je dan op fixeert. Ja. Maar de neus is ook iets, als je erop begint te letten, is dat nooit mooi, bij niemand, toch? Ja. Neus. Als je echt naar neuzen begint te kijken en echt op ze begint te focussen, dat is altijd zo. Allee, ja. Bij mij is het verschrikkelijk om te beginnen. Allee, ik bedoel, zeg er niks over of ik kom hem laten veranderen, hè, jongens. Alsjeblieft. Je weet hoe adresje. Ja. Binnenboord, hè. Binnenboord, hè. En dat neuslift. Ja, oké. Wat heb je eigenlijk allemaal al laten doen? Mijn borst heb ik laten doen als ik nog 19 moest worden. Hoe moeten we u voor de borstcorrectie voorstellen? Is dat dan echt flatline? Of, Ik had een heel kleine B. Wie is dat? Mini handje. Handje van William Bova. Ja, zoiets. Oh, well. De mensen thuis weten dan wat dat is, hè? Vandaar de B, boven. Ah, vandaar de B, ja. Om te armen, hè. Ja, oké. Oké, nummer 1 waren de borsten. Ja, en dan moet ik nadenken nog. Oh, dat kun je zo slecht precies. Ja, erg, hè? Nee, dan heb ik een BBL in België gedaan. Dus dan heb de Brazilian butt lift, ja. In België, oké. Okay. Ja. Maar dat is dan nog zonder implantaten, gewoon vet bijspuiten. Ja. En ik was daar eigenlijk wel blij mee. Maar toen zag ik natuurlijk dat meisje met die implantaat en toen dacht ik, hé, dat wil ik ook. Hm? Ja, stom van mij. Dus dan heb ik dat laten doen. Ja, dus we zitten aan 3. Ja. Dan, daarna heb ik denk ik eerst mijn neus gedaan. Ja, en dan heb ik die implantaten er laten uithalen. Dat pak ik ook mee, hè. Dat zijn 5. Ja. In principe. Dat dus. Ja. En uw lippen? Ah ja, en mijn velletje boven mijn ogen heb ik ook al laten behalen. Uw velletje? Wat had jij? Een gordijn? Of? Ja, ik had hier zo wat vel overschot en dat stoorde mij, dus ik heb dat laten wegsnijden. Vel overschot? Oh, ja. God. Klinkt wel nasty, ja. Ja. Maar is dat dan ook die duur allemaal? Of is dat zo 4x5k? Maar dan nog, ik denk zo niet. Maar ik moet wel zeggen, meestal mijn bilvergroting als in de implantaten heb ik eigenlijk met een samenwerking gedaan. Ja. En mijn neus ook. Je neus ook? Dus mijn neus... Het is gratis. Ja. En wat doe je dan in return? We reclame maken. Yep. Van, hey, als jullie ook een slechte beslissing willen nemen in jullie leven... Nee, dit, ja. Maar ik heb daar dan achteraf wel een video over gemaakt als ik mijn implant had laten verwijderen. Van, dat is wel cool. Ja. Dat ik mij een beetje te veel... Dat ik geen reclame meer zou maken voor zo'n ding. Nu, mijn neus, dat was ook puur omdat... Ik had het dan ook die foto getoond van die CT-scan dat wel echt nodig was. Dus dat ik dan ook dacht van, ik ga gewoon de buitenkant meepakken. Maar ik denk niet dat ik mijn neus echt zou gedaan hebben. Moest het sowieso niet moeten gebeuren hebben. Maar ik dacht toen, het komt wel heel goed uit. Ja. Ja, dat is wel, en uw lippen niet? Want ik vind dat je hebt volle lippen precies. Ja. Maar ja, fillers en botox, dat is nu niet echt iets dat blijft. Ah, dat tellen we zelfs niet meer tegenwoordig. Dat is gewoon, maar mijn lippen, dat is echt al 2 jaar geleden of zo. Dat blijft gewoon. Ah ja. Hoe lang blijft dat? Ja, bij mij blijft dat. Dat gaat niet weg. Dat gaat niet weg. Okay. Zendig. Het is een beetje zoals uw vriend. Blijft. Ja. Bij jou. Mooi, hè? Hij is jouw botox. Ja, mijn filler. In mijn leven. Ik wil een grap maken over spuiten, maar dat gaan we niet doen. maar ik
vraag me ook even zo... Is dat niet vermoeiend, zo die constante strijd naar perfectie? Ja. In je hoofd, is het precies nooit... Maar ik ben ook wel gestopt met zo modellen te volgen. En slim. Zo. Omdat je toch altijd zo'n beetje als vrouw zijnde kijkt van... Amai, die ziet er goed uit. Ik wou dat ik er zo goed uitzag. En dan ga je wel zo denken... Ah, misschien moet ik toch dat laten doen. Of misschien moet ik toch nog eens... Ja, ja. Dus ja, ik probeer daar wel... Ik zeg niet bijvoorbeeld, moest ik zo 50 jaar zijn of zo, of 60 jaar, dat ik geen mini-facelift of zo zou doen. Dat is misschien wel iets dat ik nog zou doen. Als ik oud en verrimpeld ben. Je bang van oud te worden? Ja. Ja. Ik ben volgend jaar 30 en ik vind dat al chaotisch in mijn hoofd, die 3. Snap ik. Ja. Wat van mij zo. Ja. Wij zijn ze gepasseerd en we zijn er nog, hè? Maar ja, ja, natuurlijk. Ja. Nee, ja. Wij zien er niet. Want mijn zus is 13 jaar ouder dan mij en die zei altijd tegen mij, van, ik vond het van mijn 20 naar mijn 30 erger dan van mijn 30 naar mijn 40. En ik heb dat gevoel niet. Nee? Nee. Ik heb ook wel echt de 40, dan zit echt zo. Dat is echt een oude zeg. Dat is een pa. Ja, zo, het is, dat is een pa. Ja, het is, dat is, dan kun je nog niet meer naar een feestje gaan, snap je? Wie zegt dat? Jawel, jawel, maar dan had alles zo. Wat komt die nou hier doen? Dan is het ja. Dan nu nee, komt dan kom jij mijn zoon ophalen. Nee, ik kom eigenlijk gewoon een pintje drinken. Dat is zo, Guido. Tegen Danny Stone ook al een oude zakkenman. Ik denk wel dat ik zo forever jong ga zijn, want mijn mama is eigenlijk ook zo. Ah, ja. Maar ik vind dat een goed liedje, hè? Voor de Masked Singer. Forever young, I wanna be... Jij valt nu in. Wat? Stilte, oké. Allee, jong. Ja, ja, maar goh, die concurrentiestrijd van vrouwen offline en online, dat is toch... Allee, ik denk dat is toch vergif. Ja, dat is... Ja, maar vooral ook gewoon... meest denk ik gewoon de commentaren, snap je? Dat is denk ik nog hetgeen dat we... Nog eens erger. Ja. Ja, ja. Je zou beginnen denken dat het moeilijk is om een vrouw te zijn. Allee. Ja, eigenlijk wel. Al die wokies nu. Ah, wel! Wat moet je zeggen? Oké. Je hebt het eigenlijk al beantwoord, hè, want ik wou nog vragen, van, ja, als er een jong meisje vraagt aan u, van, hey, ik zit niet goed in mijn vel, ik wil mijn borsten laten doen of ik wil dat, dan wat zou je dan zeggen, bijvoorbeeld? Maar ja, borsten en zo, dat snap ik. Doe maar snapte? Op, ja. Ik heb zoiets van, als je dat echt, echt wilt, dan moet je dat doen. Ja. Je kunt het doen, ja. Dan moet je dat doen. Ja. Maar je gewoon zo niet laten beïnvloeden van... Als dat gewoon iets is dat je zo ziet van, ah, dat kan, zou ik dat ook doen. Maar als je echt zoiets waar je echt heel onzeker over bent, zoals je borsten of als vrouw je neus of zo, en je wilt er iets aan doen, dan zou ik dat wel doen. Maar je gewoon niet laten beïnvloeden door anderen, wat anderen gedaan hebben of wat anderen doen. Ja, ja. Niet als je één reactie krijgt, direct ja. Op actie overgaan. Ja. Oké, okay, ja. Zingen, wat vind je het mooiste aan je lichaam? Mooiste. Ja, wat vind je mooi aan jezelf? Ik vind wel dat ik een mooi gezicht heb. En een zuivere huid. Dus dat is iets wat, ja, ik draag eigenlijk niet veel make-up. En ik ben ook niet bang om zonder make-up op straat, buiten te komen. Ik ben niet zo iemand die mij elke dag moet maquilleren. Poederen. En ik kan ook gewoon in mijn training en mijn haar... fucking zwerver buiten komen. Zalig, dat boeit me gewoon echt niet. Ah, okay. En ook als mensen dan om een foto vragen, dan ga ik nog op de foto. Ik heb niet zoiets van, nee, ik wil niet, want ik heb geen make-up aan. Nee. Ja, tegenwoordig zit er een filter over. Hè. Ja, maar zelf dan. What you see is what you get. Ja. Oké. Okay. Ja. Hoeveel zit er nu geschminkt? Niet zoveel eigenlijk. Ja, jawel, maar dan heb je inderdaad een heel gave huid. Ja, maar ik verzorg ze ook goed. Ik ga toch om de 6 weken bij de schoonheidsspecialisten. Dat vind ik wel heel belangrijk. Uw huid heel goed verzorgen. Ah ja. Je hebt er maar één. Van het vak. Ja, je hebt er maar één en die moet lang mee. Ik bedoel, die kun je niet vervangen, hè, je huid. Nog niet, misschien. Misschien binnen een paar jaar. Ja. Een huidtransplantatie. Een huidtransplantatie, ja. Volledig. Goed. Dus jij op de eerste rij waarschijnlijk. Ja. Hallo, yes, er heeft iemand een comment geplaatst. Ik moet hier zijn. Babyhaartjes, maar dan heb ik zo 7 baby's nodig of zo. Ja. Nog wat baby's neerknuppelen in IJsland of zo. Oh, nee. Wat vind je de mooiste karaktereigenschap? Dus, we hebben het al heel veel gehad over het uiterlijk. Maar het
innerlijk? Ik ben een heel zorgzaam iemand. Hmm. Ja. Is dat zo? Ik wil even kijken. Is dat zo, partner? Ja. Er wordt ja geknikt. Ja, ja, ja. Nee. Zorgen. En wat is dat dan zorgen? Is dat dan bijvoorbeeld als hem ziek is, dekentje, theetje maar brengen? Ja. Of zorgen van dat alles in orde is financieel, dat huisje, nee, tuintje, nee, boompje? Gewoon, nee, huisje, tuintje, boompje. Nee, dat is niet... En dan niet besteed? Nee. Dat is zo'n klein pommelinnetje. Nee. Oh, ja. Nee. Zo'n klein gaaf huidje. Nee. Die huidje moet het toch doorgeven? Nee. En zo'n klein silit... Nee. Mijn zus heeft 4 kinderen, dus ik kan niet alleen oud worden. Ja, gewoon nee. Sowieso niet. Nee. Geen twijfel zelfs. Ik heb ooit getwijfeld of het altijd al... Ja, maar als ik in begin mijn 20 was, heb ik altijd gezegd dat ik 2 kinderen wou. Maar ik heb wel altijd gezegd dat voor mijn 30ste moest zijn. Hoeveel tijd heb je nog? Ik word 2 mei volgend jaar 30. Ik heb er nog eentje, hè. Nog eentje, hè. Nog in actie schieten, hè. Come on, hè. 9 maanden. Let's get going. Maar ik ben ook gewoon zo'n levensgenieter, snapte? Ik ga graag weg, graag op vakantie. Maar dat stopt, hè, Pommelien. Huh? Dat stopt ooit, hè. Wie zegt dat? We gaan. Nee, naar de club en zo. Maar ja. Ga gewoon blijven. Maar ja, ik blijf gaan. Oké, okay, ja. Let's go. Oké, ja. Okay. Geen ruimte voor een kindje. Nee, maar ja, ik zeg dat nu, maar dat kan ook misschien zijn binnen 5 jaar dat ik daar weer anders over denk. Dat je de juiste partner hebt gevonden. Maar oh, nee, dat is niet waar. Maar mijn vriend nu op dit moment ook niet, dus. Nee. Ah, ja. Voilà, kijk. Maar Nathalie Meskes heeft ons ook ooit zo is liggen gehad, hè. Ja. Ik wil geen kindje. En op, ze heeft er, hè. Maar ja, dat kan misschien zijn als ik zo 35 ben, dat ik ineens wel een wil. Mm. Maar nu, op dit moment, heb ik zoiets van nee, het hoeft niet. Ja, dat snap ik. Oké. Niet voor dat ik erbij halen, of ja. Had ik nog een vraag? Nee, joh, ik heb nog duizenden vragen, maar dat boeit niet. Hè. Dus, we zien wat we daarop komen. Hè. Denk dat we hebben de volgende. Jaco, hallo? De volgende. Ja. Denk dat we hier eigenlijk al heel wat hebben beantwoord. Hè. Wat is uw mening eigenlijk over sociale media? Is dat voor u? Ja, dat is uw werk in principe. Maar soms is dat ook eigenlijk vergif. Ja. Maar wat is zo, als ik aan u vraag, de definitie of uw mening van. Social media, is dat een blessing of a curse? Wat denk jij? Oh, dat zit er zo'n beetje tussenin, denk ik. Hè? Want wij zijn al volwassen, maar je hebt nu kinderen, die opgroeien met heel die circus. Ik denk dat die het nog veel lastiger hebben. Ja, dat vind ik. Ik vind de jeugd van tegenwoordig is wel... Allee, ja, die, als wij jong waren, we speelden buiten, mm-hmm. of ik speelde met Playmobil, of mm-hmm. ik had misschien pas een gsm als ik 13 jaar was of zo. En dat was dan nog zo één dat openklapte. Mm-hmm. Totaal, ja, Instagram, Facebook, dat bestond nog allemaal niet. Maar die druk dat jij bijvoorbeeld soms voelt, hè, slechte commentaren, kun je je inbeelden dat een meisje van 13, 14 jaar, die zet de eerste foto online of die maakt een TikTok-video en die krijgt zo'n commentaar hoe verwoestend dat is voor zo'n kleine, jonge geest? Ik denk voor jongeren dat dat inderdaad wel meer vergif is dan een blessing. Dat denk ik ook. Ja, wat ik ook vooral heb, is dat ze zo, omdat je dan een publieke persoon bent, dat je dan online tentoonstelt, zal ik maar zeggen, dat je er maar moet tegen kunnen. Dat is zo van, ja, maar ja, je wilt in de spotlight staan, dan hoort dat er ook maar bij, hè. En dat is volgens mij een beetje voor het schoentje vriend, niet? Ja, maar ja. It is what it is. It is what it is. It is what it is. Dus, is dat een slogan ergens op je lichaam? Are you sayings? Quotes of nee? Goh, ja, maar... Ik weet niet, is dat... Maar ja, maar dat zijn zo van die quotes als ik zo... net 19 jaar was of zo. Ah ja, maar dan wil ik die absoluut weten. Ja. Hier staat er, freedom is the oxygen of the soul. Amai, zeg. Amai, oh. Heel diepzinnig, ja. En wie heeft dat? Dat is prachtig, hè? Ja. Oké. Okay. De zuurstof van de ziel. Hè? Ja. En wat is er zo nog eigenlijk allemaal? Want ik kroongetuigen, maar dan een woordspeling, want ik heb de ziekte van Crohn. Er staat kroongetuigen. Prachtige reeks ook, hè? Kroongetuigen, hè? True crime, hè? Ja. I am Negan. En The Walking Dead. Ja. Maar ik dacht even dat jij het anders zei. Wat, hè? I am vegan, niks. Of wat? Nee, nog iets anders, maar never mind. Wat dan? Nee, gewoon niet. Nee, ik mag dat woord niet zeggen. Dus. I am vegan? Deze is wel grappig. Nee, ik mag... La vie is mij niet bellen. Ah, ja. Dat is wel grappig, ja. Ik heb ze van die... Ja. Nou, dat is wel tof, hè? Dat is zullen het tattoos. Waarom I am Negan? Want Negan was... Niet echt een lievertje, hè? Omdat... Wel een goede acteur, maar... Ja,
gewoon het personage dat hij speelt. Ja, dat was goed. Ja, ja, okay. Prachtig verhaal. Ja. Mooi. Nee, omdat... Ja, maar jij hebt het wel gekeken. Ik heb het gekeken, niet? Ja. Jij niet? Heb jij niet naar The Walking Dead gekeken? Nee. Shame on you. Nee, jij hebt ook pas laten beginnen kijken. Hè? Ja, maar ik was wel verslaafd. Ja, ja, maar, ja, maar van alles zie ik. Soms was het ook wel heel saai. Hè? Oh. Vind je? Ik vond dat wel. Er was zo'n seizoen dat die zo heel de tijd een treinspoor aan het volgen zijn. Ja, Terminus. Dat wel. Ja, oké. Ja, nee, maar ik bedoel, Negan is gewoon zo... Dat is zo de bad guy, maar er zit een verhaal achter hoe dat hij zo geworden is, snapte? Dus... Dat is zijn knippel. Ja, Lucille. Lucille, ja, zijn vrouw. Ja, dat is eigenlijk zijn vrouw. Dus daar zit een heel sentimenteel verhaal achter hoe dat hij zo geworden is. Ja, ja, ja. Ja. Dus... Okay. Wat hij met Glenn heeft gedaan. Ja. Ja. Dat is, hoe zei ze, collateral damage. Aha, zo. Nooit gezien, nee. Nee. Als zo'n serie, als veel mensen dat kijken, wil ik dat nooit kijken. Ik vind, nee? Ja, dat is zo belachelijk van mij, maar... En dan begin ik er ook later niet mee. Nee, ja, ik vind dat echt zo, maar... Speciaal zijn. Ja, ik weet niet wat dat is. Is dat speciaal willen zijn? Is dat... Mag je toch... Maar ik kan ook mijn... Eerlijk gezegd, ik kan mijn focus ook niet lang houden. Nee, ja, bij The Walking Dead moet je dat wel. Ja, dat moet je, want op de 11 seizoenen later. En wie is dat? Ja, 11 seizoenen later en dit en hetgeen. En nu komen er nog zo van die spin-offs. Hè. Ja, ja. Een seizoen, zo 1-2 seizoenen en dan is voor mij, het is genoeg geweest. Daarmee dat ik graag sitcoms zeg, dat is 20 minuten en dat gaat. Maar zo ook aflevering van 50 minuten ben ik eigenlijk altijd, fuck, really? Ik, ja, sorry. Dat is... Ieder zijn ding, zeker. Ieder zijn ding, hè. Het beste met smaak en mensen anders maken. Ja, ja, inderdaad. Kreeg jij rare DM's? Bedoelde als... Nee, die van mij niet inbegrepen, hè? Dus zonder die van mij eigenlijk. Bedoelde dick pics of zo? Want... Raar. Dick messages is dat ook, hè? DM, hè? Dick messages? Ja. Nee, ja. Oh, whatever. Maar weet je wat ik echt grappig vind? Maar ik doe ze ook niet meer open, want ik weet gewoon al direct dat dat is. Dat zijn zo meestal van die DM's van zo'n valse profielen. En dan sturen ze ook gewoon niks daarvoor, maar gewoon direct een foto die je zo maar één keer kunt zien. Ah ja. Dan weet jij dat sowieso een penis. Ja, en dan komt er zo vol op je scherm. En dan denk je, oeh, oké. En zijn dat soms onder een indruk of nooit? Nee, ik vind dat niet. Eigenlijk zo aan je partner laten zien. Zie je, dus, dat is eigenlijk waar ik mee kan werken. Ik vind dat eigenlijk niet mooi. Behalve die dat van mijn vriend dan. Maar het algemeen... We zeggen hier altijd vriend en partner. Ik vind dat een beetje onrespectvol. Wat is uw naam eigenlijk? Sorry. Kirio. 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 Ja. Maar het is wel met een C. Ja. Ik denk dat dat Sirio is. Ja, iedereen denkt dat. Dat is Italiaans toch? Ja, maar het is gewoon een Belgse. Ja, dat is het wel. Flamando. Of nee, wat? Flamano. Flamano, ja. Kirio, oké. Van waar komt de naam Kirio? Want dat is wel... Dan moet je het hem een keer vragen, hè? Ik weet ja, maar niet. Misschien weet jij dat, hè? Ik heb het achtergrondverhaal van uw vriend niet. Ik, maar gewoon van zijn Lucille mama... wel? Of hoe noemt hem daar? Negan? Negan. 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 Dat is een Renault Negan. En een die wel. Nee, ik denk dat zijn mama dat gewoon een mooie naam vond. Ah ja. Is dat zo? Ja, dat is uiteraard zo, maar ik kan wel zeggen, er is niks... Okay, je hebt geen Italiaanse roots of zo. Kirio. Nee. Nee, okay. Gewoon de mensen met Flamano roots. Flamano roots. Met de naam aanspreken, hè. Kirio. Zeg, social media is ook zo fake als iets. Bewerkt jij je foto's erop? Ja, tuurlijk. Vol een bak. Ja, nee, niet vol een bak. Ah, ja. Maar wel, maar vooral veel met, zo, met kleurbewerking. Allee, ik bedoel, het kleur van de achtergrond, van de... Veel met Lightroom, snapte zo de contrasten en... Hetgeen waar niemand naar kijkt, de achtergrond of wat. Jawel, ik vind soms dat de belichting of zo niet mooi is en dan werk ik daar een beetje bij. Ah ja. Vind je de belichting mooi? Trekt op de kloot, dan is het niet waar. Ja, dat is ook zo. Dat is absoluut. Nee, maar ik moet u meegeven. Dat is echt sowieso waar. Het is niet dat wij morgen naar een studiobouwer gaan en zeggen van we hebben één slechte commentaar gekregen. Ja. Dat doen wij niet. Zoek die nummer al eens op, Jaco, vanmorgen, alsjeblieft. Want ik kan dit niet aan. Zeg, in uw volgersaantal, is dat fake of echt? Echt. Dat is ik heb echt... nooit geen volgers gekocht. Nee? Nooit. Hoeveel ik ben, zijn ik heb wel al heel veel kwijt. Ah, maar ja? Het interesseert me eigenlijk ook niet zo veel. In de comments, wat denk je? Dat ik een beetje uit de, ja. Uit de picture ben. Want dit gaat u helemaal floreren, hè? Ja. Ik kom van 550.000. 550.000, ja. En ik heb er nu 300... 70? Hmm. Ik weet niet meer. Zieke aantallen eigenlijk. Keiveel. Ja. Maar het is toch wel inderdaad veel die zijn weggegaan. Ja. De niet meer, maar ja, niet meer mijn profiel staat ook openbaar. Dus
Ik zie ook heel veel, ik heb dat al een keer gedeeld ook, als ik dat kijk, want ik heb zo'n business account. Mm-hmm. Als ik dan kijk naar mijn, bijvoorbeeld mijn stories die bekeken worden, zijn er eigenlijk meer mensen die mij niet volgen, die mijn stories bekijken, dan mensen die mij wel volgen. Dat is raar, hè? Dat is echt raar. Soms is dat zo... Ja, dat is inderdaad vreemd. Dat ik soms zo... Hoe komen die dan bij u? Duizend, dan er zo 2000 mensen kijken naar mijn verhaal, die mij niet volgen. En dan denk ik zo dat van... Dat staat dan ergens op een groot scherm, of... Maar je kunt dat zien, hè? Ja, dat weet ik. Maar hoe komen die bij je story als ze je niet volgen? Ik weet dat niet. Dan wil dat actief toch zeggen dat die mij opzoeken en toch een keer kijken op mijn... Ja. Maar dan denk ik zo van, volg dan toch gewoon. Of misschien vonden ze het niet interessant, hè? Even kijken. Oh, nee, dat is niet zo mijn huis. Ik kan ook, hè. Geen idee. Heb je daar last mee, dat er volgers het aftrappen in het begin? Nee, ik heb dat echt... Dat boeit mijzelf niet, hoeveel volgers dat ik heb. Ik ben er totaal niet mee bezig. Ze zijn volwassen, hè, jong? Ja, dat boeit je niet, maar ergens boeit je natuurlijk wel. Want dat is je business, hè? Dat is je business, toch? Maar het is niet dat omdat ik 100.000 volgers verlies, dat ik ineens minder klanten heb in mijn tattoo shop of zo. Want bij mij is het vooral mond-aan-mond reclame. Ja. En mensen komen bij mij in de shop. Meestal zijn dat zelf mensen die nog nooit naar Temptation gekeken hebben. Die zeggen van, ik kom hier via, want die heeft een tattoo bij je gezet en ik vond dat super mooi. Dus zo ben ik bij u terechtgekomen. En dus die komen niet bij mij, sommigen wel, maar die komen niet expliciet bij mij omdat ik Pommelien van Temptation ben. Zijn jij een goede tattooartiest? Kun je dat van jezelf zeggen? Ik vind wel in hetgeen wat ik doe, dat ik daar goed in ben. En wat is hetgeen dat je doet? Fine line. Wat is fine line? Ik ken niks van tattoos. Fijne lijnen. Fijne lijnen. Je eigenlijk gewoon een lijn trekken, potlood. Nee, maar gewoon fijn werk. Vrouwelijke tattoos, bloemen. Ah ja. Is er iets op uw arm dat fine line is? Maar ja, dat is zo wat fine line. Zo die dingen. Negan. Ja. Dit is ook van The Walking Dead. Dat ken ik niet. Dat is een tattoo die Daryl op zijn hand heeft. Oké, cool. Ja, Louis Vuitton. Hoe zit het daarin? Ik weet niet waarom ik Louis Vuitton op mijn arm heb. Dat weet niemand, denk ik. Hoe zit je daar ingerold in het tattoo? Door dat zelf eigenlijk veel op je lichaam en dan denk je, dat is kei cool. Of kon jij vroeger kei goed tekenen? Ik was altijd als klein kind al super creatief. Dus ik was super veel bezig met tekenen, knutselen. Ik was veel bij mijn oma. En van mijn oma mocht ik letterlijk alles. Als ik heel haar tafel wou gebruiken om te schilderen of dat, die liet mij gewoon doen. Ja, eigenlijk de tv stond dan op, maar ik keek eigenlijk nooit geen tv. Ik was enkel altijd bezig met... series. Flamando's. Flamando-programma's. Nee, maar ik was altijd bezig met tekenen, knutselen. Ik was altijd creatief, al van kleins af aan. En dan in het middelbaar eigenlijk, als ik schoonheidszorg deed. Zo, vanaf het moment dat ik stage had, ik denk dat dat vanaf mijn vijfde middelbaar was, wist ik van, oké, dit wordt het niet voor mij. Mm-hmm. Ik deed het graag op school. Maar mijn stages, ik vond dat de hel, ik vond dat niet leuk. En dan heb ik toch mijn school gewoon uitgedaan voor een diploma te hebben. Maar dan in mijn laatste jaar hadden we zo grimmen. Dus dat is zo speciale make-up. En ik wou eigenlijk kinderfeestjes. Ja, of zo theatermake-up of zo. En eigenlijk wou ik meer iets in dat genre doen. Maar toen dacht ik ook van, ja, je moet daar al in België heel goede connecties in hebben om dan goed werk te hebben in het theater... make-up ding. Mm-hmm. En mijn leerkracht, omdat ik toen wel al één tattoo had op mijn arm en die een vleugel, dan zei mijn... We moesten ooit een keer bij make-up les op elkaar een tattoo schilderen. En ik had de beste punten van de klas. Ah. En toen zei mijn leerkracht, ja, waarom... Omdat ze wist dat ik daar niks mee wou doen. Zei ze, ja, waarom doet je niks in tatoeëren? En toen dacht ik van, ja, ik ga dat nooit niet kunnen. Dat lijkt mij heel moeilijk. En dan is dat toch een beetje blijven hangen. En dan zo ben ik daar uiteindelijk in gerold. Hoe lang doe je dat dan? Van mijn... 7 jaar, denk ik. Tattoos zitten? Ja, maar ik heb het wel eerst 3 jaar zo... Je doet het 7 jaar, niet van je 7 jaar, toch? Nee, ik doe het 7 jaar. Ah, ik doe van mijn 7 jaar. Wow. Nee, ik doe het 7 jaar. Ja, okay. Maar waarvan wel, maar... 4 jaar voltijds. Want ik heb het bijvoorbeeld, mijn eerste jaar was enkel zo in het weekend zo'n beetje oefenen. En dan daarna heb ik gewoon bij mijn zus gepoetst. Mijn zus had een eigen poetsbedrijf. Dus dan heb ik dat gedaan, zo halftijds. En dan mijn andere tijd heb ik dan getatoeëerd. En dan nu, sinds 4 jaar of zo, doe ik het echt voltijds. En wat stond er dan
met Temptation Island in uw titel? Poetsvrouw of tattoo-artist? Tattoo-artist. Dat is cooler, hè? Ja, ja het was ook meer zo, het past ook. Ja, ja, dat is waar, ja. Wat is de pijnlijkste plaats voor een tattoo? Oh, dat is bij iedereen verschillend, maar bij mij was dat de bovenkant van mijn voet, vond ik echt erg. Maar eigenlijk zijn veel plaatsen pijnlijk, hoor. Ja, wat is dat zijn zo de pijnlijkste tattoos die je het laat zetten? Ribben, heb ik altijd gehoord. Ribben, plexus. En in je nek hier, dat toch niet zo zin, hè? Ja? Handen, vingers. Mijn bot onder eigenlijk. En zo in de plooi. Mm. Kom er nog aan of heb je spijt? Ik heb niet zoveel plaats meer. Ik heb niet meer zoveel plaats? Nee. Uw schenen is ook niet, kuiten, alles is vol? Nee, alles is... alles is vol, ja. Volzet. Alles is volzet. Ik heb nog hier en daar zo'n mini plaatsje. Je zou zo'n tweede lichaam moeten hebben. En ik wil wel nog één zin. Allee, nog twee kleine tattoos. Je kunt het logo van Kirk Droog pakken, dat is klein. Nee. Elegant. Of iets met zuurstof en ziel. Misschien een idee zo. Nee. Wat wil je nog? Of is dat nog een big secret? Ik wil zo 19.28 nog. 19.28. Allee, dubbelpunt 8, dat is een vers van de Bijbel. Die u verbiedt niet tattoos. De datum dat je kreeg. Nee, dat is een vers van de Bijbel die u verbiedt tattoos te hebben. Huh. Ja. En dan gewoon leef en laten leven. Wil ik ook nog ergens. Ja, waar er plaats is. Waar er plaats is. Ik moet wel nog even zoeken, maar het komt goed. Binnenkant van de lip misschien? Heb ik ook dat al heb eens. Ik al. Was dat daar? Mudblood. Tandvlos. Allee. Nee. En is dat ook geen voze plaats? Allee, als in ja, dat is gewoon gelijk dat je heel op je lip bijt. Ja. Maar waarom doe je dat daar? Allee, bedoel, dat is ook zo, dat doe je nooit, hè? Oh, ik weet niet waarom ik dat heb gedaan. Gewoon omdat ik mij verveelde of zo. Heb je ook eentje in je gezicht nu? Ja. Is dat recent, hè? Ja. Ah, sterrenmeisje. Ja. Oh, dat was juist, nee. Ik was niet in slaap gewoon. Je hebt ook mensen die hun oogballen laten tatoeëren. Ja, maar dat is toch over, hè? Ja, dat zou je niet doen? Nee. Nee, dat vind ik vies. Of zo modifications of zo, dat vind ik ook niet. Hè. Wat is modification? Zo, mensen die zo van die implantaten, zo gelijk zo horens ja, of zo. Ja. Of zo. Ja. Een hele wereld. Ja, heel next level. Ik zit een klak op. Zo'n vrouw en die zei, ik wil een draak zijn. Ja. En die was al daar. Ja, die is van die... Die was al een draak, ja, maar hé. Die was al een draak, hè. Een lelijke draak. En dat was al, voilà. Maar die was een lelijke vrouw, hè. Ja, maar zo'n lelijke vrouw, die wou een draak worden. Ik zei mij, ja. Jammer. Van een figuurlijke naar een letterlijke draak. Oh, goed, hè. Goed. Ja, tegen Tinder wordt het altijd slechter. Allee, we zijn eigenlijk heel slecht begonnen vandaag, vind ik. Mai. Ça va? Goed het nog? Ja, ja. Goed nog? Ik heb nog. Drink een keer. Dan gaan wij nog... er zijn nog twee foto's of zo. Dan zitten van ons vanaf. Wat of denk zo. Of, ja, ik denk het. Of zo. Of vier of vijf of zes. Nog twee, dan zitten van ons vanaf. Of zo. Ook dat ben jij, hè? Ja, onze... Ik herkende mij niet of ja, zo. Jawel, jawel. Ah. Jawel, absoluut. Ik zie zeer herkenbare... tattoos. Voor de luisteraar, we zien u hier ja, ergens, denk in een ver land, of toch op reis. We zien naar een hof, waarschijnlijk. Jij in een hof? Ja, met die 4x5K? Nee, dat was... Jij had een menukaart vast. In een hof had je geen menukaart vast. Dat was in Marmaris, denk ik, ja. In? Marmaris, Turkije. Ah, in Turkije. Okay. Dus... Op uw Instagram zie je ook heel wat reisfoto's, hè? Uiteraard influencers, want jullie doen dat. Gaan er veel op reis dan? En waar zijn ze zo allemaal al geweest? We proberen wel veel op vakantie te gaan. Maar ik heb een aangekochte zoon, namelijk mijn hond. Ah. Ja. Dus ik moet wel een beetje rekening houden. Dat is niet de makkelijkste. Dus, niet anders... de makkelijkste? Nee, mijn hond is verschrikkelijk. Franse bulldog. Ah, ja. Maar hij heeft echt een heel moeilijk karakter. En ik moet hem eigenlijk naar zo'n speciale opvang doen. Wat mij 75 euro per dag kost. Maar, oh, ja, nee, maar het is wel de enige opvang waar ik hem naartoe kan brengen als ik op vakantie ga. Dus het is af en toe een beetje kijken of het wel lukt om te gaan. Of dat die mensen hem wel kunnen nemen en zo. Anders zou ik veel meer op vakantie gaan. Hoor. Wat doet hij dan, die hond? Stikt die mensen neer of zo? Ja. Allee, bedoel, die hond... Bijna. It's a murder dog. Ja, wat de hel. Wat is een onhandelbare hond? Wat moet ik me erbij voorstellen? Kapotbijten en shit.
hij is heel dominant en onzeker tegelijk. Dus die kan soms heel vals uit de hoek komen. Oké, okay. En hap hap. Yep. Hij heeft mij, denk ik, eergisteren nog eens vastgehad. Ik heb zo'n... Ah, dat is zijn tand. Dat is geen kluis bloed. Rood. Ja, dat is zijn bloed. Tand die in mijn hand heeft gezeten. Dus, hij kan ook lief zijn, hoor, man. Ja, ja, echt zo. Hij is bijna bipolair, ja. Ja, maar dat is volgens mij is hij echt bipolair. Oh. Maar echt, hè. Ik denk dat echt dat hij psychische problemen heeft met hond. En is dat dan een jong hondje? Of een... Die wordt woensdag 4. Een hond met mentale problemen. Ja, maar echt. Dat is het meest woke dat ik ooit heb gehoord. Ja, maar mijn hond heeft echt mentale problemen. Gaat hij dan naar de hondenpsycholoog? Of ja, ik ben er al mee naar de... Ja, naar de, oh ja, maar dat is een... Maar, de dog whisperer. Ja, ik heb die eigenlijk al 2 keer op bootcamp gestuurd. Dat is een soort... Bootcamp? Dat is een soort heropvoedingskamp. Maar hij is heel redelijk onhandelbaar. Zit er dan bij dat bootcamp? Nee, dat is echt een heel intensieve training met een hondentrainster. En de niks? Ja, sommige dingen zijn wel beter, maar het blijft nogal een onhandelbaar kind. Dus, en wandelen, is dat dan aangenaam of totaal niet? Of heb je ermee gaan wandelen? Als die geen andere hond ziet, is dat geen probleem. Of een klein kind, want dat is ook een probleem. Of, nee, ik mag dat niet zeggen. Nee. Ja. Dat is te... Of? Mijn hond is een racist. Ah, ja, ja. Nu... Tegen walen. Nee, maar een hond eet dat dus ook, hè. Is uw hond ook een racist? Ja, maar een hond is zwart. Maar die... Ja, maar dat is echt waar. Ik word aan de Brede Rode Straat, vrij multicultureel. En als die een zwarte medemens zien, begint die ook te blaffen. Ja, mijnen ook. Die, altijd. Maar ik denk dat die dat anders zien of zo. Omdat die kleurenblind zijn. En ook dan, van breur. Ik denk dat dat nog donkerder voor ja, maar kleurenblind is net niet racistisch. Hè? We zouden allemaal kleurenblind moeten zijn, hè, Pommelien? Ja. Prachtige bewoordingen, toch? Nee. Ja, weird. Ja, dat is ga mij niet moeien. Niet altijd, maar soms zit hij dan zo van breur. Ja. Ik denk dat dat daarom is dat donkere mensen bang zijn van honden. Want die zijn meestal wel echt bang van honden. En ik denk dat dat is omdat honden... Altijd naar blaffen. Ja. Ja. Geen idee. Ja. Nul idee. Ik heb zelfs een grap. Ik ben flabbergasted. Gaat ook honden? Dat zijn geen racisten. Nee, die blaffen niet speciaal naar de mama doe. Die naast mij woont. Nee, echt niet. Hmm. Ik zat eens... Ja. Nee. Ik zat eens vragen. Ik zat eens vragen aan de mama doen. Nee, aan de mama doen. Ik dacht dat ik zei aan uw hond. Maar ik heb niet aan vragen, hè. Maar het grapje is, ik heb een licht gekleurde hond en een zwarte hond. Dus eigenlijk dus black and white. Dus alleen die black and white, hè. Ja. Ik verenig. Zie je? Ja, dus... Wat hier een foto van op reis. Welke landjes ben je al geweest? Is dat te veel om op te noemen? Is weer namen of wat? Ik ben al naar Afrika geweest. Zonder een hond dan? Ik was toch heel jong dan, met mijn mama. Thailand. Las Vegas. Waar was Mexico. Thailand. Mexico. Dominicaanse Republiek. Oh my. Griekenland. Oostende is niet goed voor mevrouw. Turkije. Ik zou nog moeten nadenken. Ik denk dat dat is, ja. En wat staat er nog op de planning? Nu, voor mijn verjaardag gaan we 5 dagen naar Londen. En 30ste dan? Wat? De 30ste. Enfin, ja. 29 plus 1. Die verjaardag. Nee, nee, ik word nu 29. Ah ja, oké. Ja. Okay. Nog 29. Ja. En dan in juni gaan we nog eens een weekje naar Ibiza. En is dat dan echt een feestvakantie? Nee, want vorig jaar voor mijn verjaardag zijn we ook naar Ibiza gaan. En dat was echt een feestvakantie met meerdere vrienden. En dat is niet zo goed afgelopen. Zijn je vrienden niet meer waarschijnlijk? Ja, het is gewoon... Wat is er gebeurd op Ibiza? Kom. Nee. Oh, ik dacht dat dat Temptation Island was. Nee. Gewoon, ja, weet je wat het is? Als je dan naar daar gaat om te feesten en je gaat dan met verschillende koppels. Ja, ja. En je zit samen in één villa.
dan komt er wel wat oneenigheid. En... partneralen. Nee, maar uiteindelijk, nu willen we nog eens naar Ibiza, maar dan hebben we gezegd, we gaan gewoon alleen gaan. En dan gaan we echt op vakantie. Dus we gaan niet uitgaan, maar gewoon even genieten. Well, dat is dat Gent ook heel mooie natuur in Ibiza. Ja. Dat is een yoga-eiland. Zo meditatie, et cetera, dat schijnt ook. Dus... nog nooit geweest? Schril contrast. Nee, wij durven... allee, enfin, ik durf niet vliegen. Je durft niet vliegen? Ja, wel wat voor vliegangst. Serieus? Ja. Je moet toch iets van de wereld gezien hebben? Ik heb Google Maps. Hè. Ik wil vooral dat de wereld mij ziet. Dat is helemaal niet waar. Nee, maar echt, ik zou me niet kunnen voorstellen dat ik niet meer zou reizen. Nee, ja. Maar ik kan dan een weekendje naar Dardenne. Ja. Oostende is ook schoon, hè? Mertsel. Zijn dat eens in Ranst geweest? Dat dorpsplein. Hé, zo'n ogen gaat trekken. Ah, dat god, ik weet het. Met dat vel. Je hebt daar dus een zwembad binnen inbaden, hè? Ik zeg het maar. Sorry. Dat is niet erg hoor, ik kan acteren. Ja. Ik heb een hartvel. En dan zeg ik. Een olifantenvel. Ja. Oké, got it. Nee, wij zijn geen globetrotters. Totaal niet. Maar ik ben wel eens in Mallorca geweest. Mooi. Wauw. Ik kreeg er weer zo'n reactie. Allee, ja, dan lacht hij mij gewoon uit. Ja, nee. Ik ben wel één keer in de Dominicaanse Republiek geweest. Dat is het verste. Is dat echt of niet? Ja, dat is echt. Ah. Nice, hè, daar? Vond je dat niet nice? Ja, maar dat was met mijn zus en die deed er AFS. En die zit bij zo'n gast gezien in Santo Domingo. Dus dat was echt zo in de stad. En dat was wel... Sorry, dames. De cultuur, ja, het is een interessant verhaal, blijkbaar. Ja. Een Jigglypuff. Een Jigglypuff, ja. Het was wel een interessant gegeven. Een hele andere cultuur. Er rijden auto's rond, man. Dat is een taxi. Ja, maar, nee. Auto's rond. Ja, daar moet ik zijn. Dat is een taxi en er gaan echt man in en geen deuren. Dat is juist een wiel. Ja, anders moet, dan moet je eens naar Thailand gaan, dat is nog erger. Die zitten denk ik met 7-op-1 scooter. Ja, dat is crazy, hè. Dat is zot, hè. Het licht is uitgevallen. Oef, en het licht ging uit. Het licht is uitgevallen. Dat is niet erg. Dat is niet erg. Dan gaan we gewoon zo door. Hè. Het gaat bij in het donker. Dat is goed, dan zie je zoveel niet. Je shined sowieso. Maar dan kunnen we misschien wel overgaan naar de volgende foto. Want die hangt zowel bij in de donkere sfeer. Oei. Jawel, ja. Jawel. Toch? Jawel. Toch? Jawel, ja. De vraag is eigenlijk, moeten wij bang zijn van u? In die zin van, jij houdt van horrorfilms. Chucky is mijn favoriet. Hè. Ik heb Chucky. Een tattoo van. Zie, voilà, dat dus. True crime, geesten, alles kan alles, bij jou. Alles, ik ben heel duister. Zit jij een seriemoordenaar? Wie weet. Ja, niemand nog niet, blijkbaar, hè. Maar... Nee. Van waar die fascinatie? Ik heb dat eigenlijk al van kleins af aan. Dat is echt... Ik was van kleins af aan echt al fan. Ik was denk ik 6 jaar oud of zo, als ik de eerste Child's Play heb gezien. Mm-hmm. Normaal gezien zouden alle kinderen krijsen en ik moest die pop hebben. En ik weende omdat ik die pop niet had. Ik wou die pop. En nu heb ik ze. Je hebt een grote pop? Of ik heb thuis life-size poppen, ja. Van Chucky. Van poppen. Annabelle. Ja, ik heb er een paar. Van Annabelle. Annabelle, ik heb de... Dead Silence? Ja, ik heb de Billy van Dead Silence. Die ja, die heb ik. De hout precies, niet? Ja, ik heb die... Jigsaw? Die heb ik ook. Jason Voorhees? Of nee, dat niet? Die heb ik niet, maar ik heb die wel zo'n miniatuur. En Freddy Krueger. Freddy Krueger, oké. Okay. En wie is Chucky dan de favorite? Wie is de top 3? Nee, eigenlijk is Billy mijn favoriet. Billy van Dead Silence. Maar Billy van Dead Silence, dat is niet eigenlijk een echt karakter, of wel? Want dat is de pop, hè? Die speelt dat toch dan niet? Dead Silence, dat is zo'n poppenspeler, hè? Niet? Of dat een andere Mary film? Shaw. Mary Shaw. Mary Shaw, wat is dat? Dat is de geest die de pop... Kende dat niet? Beware the stare of Mary Shaw. She has no children, only dolls. Kijk eens. Ja, jawel, jawel. En die mens die dat speelt, is al dood of zoiets, niet? Of denk ik in een heel andere film? Nee, je bent echt totaal ander pad op aan het gaan. Ja, ik ken het niet, sorry. Echt, wel, die zit niet op de schoot van zo'n oude mens? Nee. Totaal niet? Nee. Maar ik heb dus de pop. Ik heb pedofiele films. Ik heb die pop dus, life size, van Mark van de Scary Closet. Dat is een Amerikaan die echte props maakt voor de films van Annabelle. Dus die heeft de echte poppen gemaakt. En ik heb nummer 100 van de 200 die gemaakt zijn van Billy. Hoeveel betaal je daarvoor? Ik denk dat die pop bijna €2000 heeft gekost. En is dat nu zo veel meer waard dan? Ik denk wel, dat is een collectors item. Mm. Ja, ik heb daar ook zo'n certificaat van en zo. Ja, cool. Ja.
En zeg je Into Clowns, It bijvoorbeeld, ja. Of The Joker? The Joker minder, omdat ik niet zo van Marvel en noemt dat ander. Marvel. DC, ja. DC. Dat is niet zo mijn, mijn dada. Nee. Okay. Nee, meer echt zo horror. Ja. En waar staan die poppen in uw huis? Die zijn in de slaapkamer? Mijn living, boven mijn tv. Mag je gezellig binnenkomen? Ja. Tof, ja, leuk. Ja. Nou, misschien. Ja, mijn vriend. Zou het kunnen dat uw Kirio... hond daardoor zot nee, van wordt? Nee, Kirio vond dat in het begin, als de eerste keer als hij bij mij kwam, dacht hij ook van... Ojo, wat is dat hier? Maar nu is het al gewoon. Ja, maar soms heb ik dat nog wel, he. Als mensen bij mij thuis komen, dan die zeggen van... Amai, hier zoek ik s'avonds niet... Ja, maar ja. Allee, Pommelien, stel, for some reason, ik blijf ooit bij u slapen, op de zetel weliswaar, en je hoort zo ineens... Hey, I'm Chucky, wanna play? Die kunnen maar, ook praten, die poppen die hebben zo'n knopje, hè, dus die kunnen ook praten. Ja, maar amai, als je dat hoort om 3 uur 's nachts, dan denk je toch, fuck, het is zo ver. Ik zou denk ik mensen gewoon nog zo op stang jagen en dat expres laten afspelen. Maar ik heb Chucky nooit begrepen. Dat is een pop, hoe groot, life size heb jij, Chucky? Ja. Hoe groot Chucky is dat dan? Laat eens een keer zien. Kleintje, kunnen we dat zien? De doos van op de grond is zoiets. Ja, maar, die is zo de groot. De pop zelf? Ja, de pop zelf. Zo denk ik. Je gaat me toch niet vertellen dat er zo'n pop op je afkomt dat je gaat lopen. Je geeft die dan een penalty en die vliegt helemaal naar Willebroek. Hè? Heel die en Chucky. Ja. Dat vind ik zo maar bizar. Allee... Je ziet dus volwassen mensen weglopen van iemand die William Bova klein noemt. Ja. Kan nee. niet. Nee, maar ja, ik bedoel... De Chucky. Sorry, en William, dat al twee de keer. De originele Child's Play films vind ik wel altijd de beste, omdat dat de echte horrors waren. De Chucky films. Want dat is dat toch. Dat is meer zo horrorcomedy. Ja, dat is wel waar. Maar die vind ik ook heel cool. Hè? Ja. En The Bride of Chucky, dat was ook. Dat vond ik in de Ik heb ook de zoon trouwens, Glenn. Of Glenda. Het is toch een beetje een familie. Ja, ik heb heel de familie. En de hond heel de familie ook. Ja. Die vrouw is toch zo ook getatoeëerd en zo, hè? Ja, heeft zo'n raar stemmetje zo niet. Ja. Neurie te stemmen? Dat is Jennifer Tilly. Ja, dat is die. Heb je trouwens de serie gezien van Chucky? Moet je kijken. Nee, ik heb dat vroeger zo eens een paar keer gezien, Chucky. En ik vond dat ook altijd maar zo... Maar die serie is wel leuk. Die serie is echt cool. Dus ook met originele acteurs van de originele films. Want het verhaal is toch dat de geest van een of andere moordenaar in Chucky zit, hè? Niet? Ja. En daardoor heeft hij ook mankracht blijkbaar. Ja. Ik weet, wie is uw top 3 van de bad guys? Chucky zit erin? Goh, van de bad guys. Ja, meestal zijn dat ook bad guys in horrorfilms. Of... Oh, Negan is ook wel een van mijn favorieten. Negan. Hier zit er weer. Ja, ja. Maar die is ook wel echt, die is ook wel echt heel cool. Ja, maar die straalt echt zo dat stoere. En ik moet ook wel zeggen dat ik de serie van Dahmer ook wel echt heel nice vond. Ja, dat zal wel. En die acteur heeft dat echt... Die heeft dat goed gedaan, hè? Nice. Maar doe jij zo ook onderzoek op uw eigen seriemoordenaars. Ja. En dus je hebt mensen, bijvoorbeeld die kenden Jeffrey Dahmer nog niet. Ik ken hem wel al. Ik ben ook zo iemand, ik ken die al van mijn 12 jaar, omdat ik op een of andere manier ook altijd zo geïntrigeerd was door. Als je mijn TikTok opent, dat is ook constant, omdat ik dat veel kijk, altijd zo over true crime en zo verhalen, echt zo van serial killers en al die... En zou je dat zelf eens willen doen, een horrorfilm meespelen? Ja. Maar dan wel de bad guy, hè? De moordenaar. Ja. Hey, maar nu het plot al verbrot. Nee. Als jij meedoet, weet het niet. Bijvoorbeeld de films, maar wel dan zo de eerste 2, 3 van Scary Movie vind ik ook echt geniaal. Dat is om te lachen dan. Ja. Scream eigenlijk. Ja. Dat vond ik echt top, Scream. Ja, ik ook. Dat vond ik echt... Echt zo'n slasherfilms. I love it. Hoe meer bloed, hoe beter. Dat was in 1997. Dat genre bestond natuurlijk al, maar dat was zo nieuw leven ingeblazen. Dat was cool. Ja, The Hills of Ice. Ik vind dat ook coole films. Maar zo echte horror vind ik... Ik ben meer een thrillerfan, maar zo die classics zoals... Nee, ik ben wel echt fan van James Wan. Dus wat is dat? Ah, de dingen. Okay. Ja. Dus die heeft... Is die met een knoop in mijn haar? Ah, die heeft de films van The Conjuring, Insidious... Dead Silence. Conjuring. Dat is waar gebeurd. Malignant, dat is een van de laatste films, denk ik. Megan heeft die ook gemaakt. Ja. En ooit is op date geweest. Eerst een date met een vriendinnetje, vroeger. En we waren toen naar The Hills of Ice gaan zien. Dat is niet echt een goede datefilm. Gewoon. We moesten er mensen nog dat plan hebben, niet doen. Waarom niet? Allee.
Voor mij is dat wel een ideale date. Ja, voilà, ik bedoel. Ja, maar voor als eerste checken, date. Dan kunnen ze samen onder tekentjes ja, dicht bij elkaar. Ik heb één date gehad, dat was heel zijn dan ben ik mensen, dat was ook een eerste date. Black Hawk Down. Zo'n zieke oorlogsfilm. Dus ja, ik ben niet zo goed met films kiezen, sorry. Of met vrouwen. Ja, dus wat, ja. Ik heb de films gekozen. De vrouwen dat zijn, er ook al niet meer, dus ja. Die zijn dood. Die zijn er niet meer. Ja, het is een dood. Ja. Indian horror film, ja, maar zoiets. Wij moeten die moord oplossen hier. Ja. De eerste film. Er zijn toch rare dingetjes. Godverdikke. Zie je, en ghost hunting, zie je dat ook graag? Oh. Is dat ja of vraag nee? Vraag het aan mijn vriend. Zie je dat graag? Zie je dat graag, ghost hunting? Hij kijkt van ja. Ja. Oh, op Discovery ID, het kanaal. Ja. Zo, Paranormal Nights. Paranormal dit, paranormal. Dat Paranormal ik Lockdown. Dat. Oh, ik hou daarvan. Nee, Ghost Adventures. Ik hou daarvan. On the Case with Paula Zahn. En wat, dat vind ik allemaal top. Hè? Zo van die true crimes. Maar dan beginnen die in één keer zo. Yes, I'm gonna stay in this house. Because 20 years ago, hier was een. Ja, broer, nee. You're lying. Hier was ze wat? Dan zijn ik wel curieus. Ah, een ghost. It was the ghost. Waarschijnlijk een van die vrouwen die je ja. vermoord heeft. Zoals in. Nee, maar jij gelooft dat dus in geesten. Yep. Maar zou dat... Maar heb je er alleen een gezien? Nee, ik heb nog geen geest. Ik geloof ook niet dat je. Ik heb een raar geluid gehoord, hè? Ja. Nee, ik geloof ook niet dat maar, je een geest echt waarneembaar als mm-hmm. een persoon kunt zien. Maar ik geloof wel in. Dat er iets is na de dood. Dus ik geloof wel dat er iets is. Maar niet dat het waarneembaar is als persoon zijn. Zeg, zou dat geen programma zijn voor u? Zo ghost hunting met Pommelien? Oh, love it. Maar ja. Count me in. Please. Maar nee, serieus. Dat kan, ik bedoel... Ja, dat ik heb er echt geen schrik van, hè. Ja. Wij werken, ik doe het direct. Ja. Meteen. Voilà. Ghost hunting met maar ik ben echt super serieus bezig. Ja, maar ik ben ook serieus hoor. I'll do it. Dat bestaat nog niet in België. Oké, okay, we doen dat. Nou, want dat is voorliggen. En wat doen we dan juist? Dan gaan we naar oude huizen? Of? Ja, jij dat ook zo urban explorer, een beetje haunted house. Zo van die urbex-locaties meestal. Zo. En dan gaat het daarin, hè? Zo van die EVP's maken. Ja, maar we gaan niks vinden, hè? Wie zegt dat? Je weet het toch niet, daarom moet je kijken. Daarom moet je kijken. Deze trap kraakt. Ja. En wat die dan ook soms doen, dat die dan zo bijvoorbeeld... Ja, er zijn hier drie plekken die behekst zijn of waar dat geesten zijn gesignaleerd. 1, de keuken. 2, de traphal. En 3, het salon. En dan moet jij zo... Jij blijft daar overnachten, jij daar en ik daar. En dan moet je elkaar dus in contact houden met... Ik heb iets gehoord, maar dat is dan ook zo, broer. Allee, ja, ik geloof dat niet. Hè? Dat is ook zo, Finding Bigfoot en zo. Dat is dat. Oh, dat is dat. Dat is allemaal diezelfde truc. Maar ik geloof er wel echt in. Maar ook dat je die kunt waarnemen? Ja, maar zoals ik zei, niet als persoon. Ja, maar wel, ik zo. Ken de orbs? Orbs? Nee, zo'n die lichtgevende ballen. Zo. Dat zijn die ballen, ja. Ik was in 2010, heb ik dat voor de eerste keer echt gezien. Dan was ik naar Phuket geweest. Ik heb Thai-box gedaan vroeger. En dan ben ik op sportkamp geweest in Thailand. Ik was 16 jaar toen. En toen waren we op het strand van Phuket. Had daar zo'n heel gezellige bar. En dat waren toen nog zo van die Kodakjes zo, hè, die je mee had. En dan later thuis konden we dat op je computer zetten. En ik was gewoon zo random foto's aan het nemen van die bar. Maar dat is waar dat de tsunami dus is geweest. Dus er zijn mensen gestorven. En ik kwam thuis en ik zette die foto... En dat is vol, maar echt vol. Vol met lichtballen, vol. Niet normaal. En sindsdien heb ik zoiets van, oké, I believe it. Welk? Nee. Ja. Het is een loser achter de computer die het ontzeggen. Never mind. Maar, ja. Maar dat is net het leuke aan deze pitch. Jij gelooft er sterk in. Wij zijn kritisch. Ja, wel, dat is juist leuk. Ja, want soms heb je veel van die programma's dat er altijd ene bij zit die altijd het... hoe zeg je dat? De explanation. Allee, die zo denkt van... Er zit iets achter. En dan zeggen ze zo, debunked. Dan ze weten waarvan dat geluid kwam. Soms kunnen ze het verklaren, maar soms ook niet. Of zo, soms dat het zo'n geluid is, zodat je gewoon analyseren. Ja. Ik hoor dat...
Ja, die zegt duidelijk dat. Zo, nee, die zegt dat niet. Ja, maar dan hebben die zo'n dubbelgevouwen kapstok, zo twee dingen. En dan zo, ja, ik voel hier. En ik zweet van, ja, broer. Zo, nou. Ja, maar ik ben ooit eens naar Thailand geweest. Kan hij het vertellen? Hè? Nee, maar oké, had je erin geloofd. Ja, ja, maar ik... You have to see to believe it, I guess. Ik zal straks die foto tonen, staat mijn gsm. Oké, okay. Dat is goed. Ja. Een van de laatste vragen is, jij hebt ook slaapverlamming of zoiets? Of je had of hebt? Of? Ik heb het eigenlijk nog altijd, denk ik. Maar dat is meer onder controle, want ik ben wel iemand die heel fel droomt. Dus maar ik zit... is dat slaapverlamming? Want voor de mensen die dat niet kennen, ik ken dat, hè? Maar er zijn mensen die dat niet kennen. Wel, je hebt zo fases als je slaapt. Je hebt remslaap, diepe slaap. Hè. En dat zit daar ergens tussen. Dus ergens tussen slapen en wakker zijn. Dus jij denkt dat je wakker bent, maar eigenlijk ben je aan het slapen. Dus jij neemt dingen waar die er niet zijn. Dus ik kan bijvoorbeeld een slaapverlamming. Dus ik ben eigenlijk aan het slapen. Ja. En ik zie, ik heb al eens een schim in mijn... Dus iemand zien staan in mijn deuropening. En ik kon niet bewegen. Dus ik zie iets staan. Niet een persoon, maar gewoon iets wat lijkt op een zwarte schim in mijn deuropening. En ik kon niet bewegen. Ik hoorde niks. Ik kon niet bewegen. Ik had het heel moeilijk met ademen. En dan op een bepaald moment schiet je wakker. Mm. Nou, dat is dus slaapverlamming. Eigenlijk zeer realistisch dromen of zo. Ja, maar ook gewoon echte verlamming. Dus je kunt ook gewoon niet bewegen. Ik denk dat ik dat ooit één keer eens heb gehad. Ja, en dat is heel eng. Dat is heel eng, omdat je op dat moment niet weet wat het is. Maar als je weet wat dat is, en je hebt dat nog eens, dan weet je van oké, ja, dat was dat. Ik had dat wel zo dromen, dat je in een droom niet kon lopen of zo, of niet kunt ropen. Ja, ja. En dan word je direct wakker, hè? Dan word je wakker, maar, ga ik je dan effectief niet bewegen? Nee. Niet bewegen, niet roepen, want dan wil ik bijvoorbeeld hem wakker maken om te zeggen van help mij, of er staat daar iemand, of maak mij wakker, maar je kunt gewoon niet bewegen. Wat staat er dan iemand in de deuropening? Nee. Ik zie dat, maar dat is er niet. Ah, dus jij ziet dat, maar dat is eigenlijk, in mijn gedachten, maar ik zie dat wel, visueel. Maar het is er wat. Dat is wel scary. Amai. Ja, dat is wel eng als je dat nog niet weet. Maar ik weet nu wat dat is, dus... En is dat gelinkt dan niet? Dat je zegt, van, oh, als ik meer stress heb, heb ik dat meer? Of komt dat super random? Dat komt echt super random. Maar ik ben ook wel een heel felle dromer. Ik droom echt heel vaak. Ook heel vaak zo... enge dingen, maar ik denk dat dat ook is omdat ik veel die films zitten zien. Kijk, ja, maar ook gewoon zo mist, ja, gewoon zo random shit. Ik droom gewoon echt veel. Ik kan ook vaak mijn dromen herinneren en dat komt niet veel voor. Wat zeg je? Ik kan heel vaak mijn dromen nog herinneren als ik wakker word. Vaag wel, maar ik kan het meestal wel nog herinneren. Moet je opschrijven, hè? Ja. Misschien zit daar ook een programma in. Dromen met Pommelien. Alleen maar slashen en doen. Oké. Okay. Ja. Ik ben al blij dat je dat niet hebt. Hè? Slaapverlamming. Iets met verlamming is nooit goed. Hè? Nee. Nee, dat is waar. Ik heb nog één slotvraagje voor jou. We hebben het gehad over je lichaam, et cetera, innerlijk, whatever. Wat is zo het mooiste compliment dat jij kan krijgen? Mooiste compliment? Het mooiste compliment dat jij kan krijgen. Het mooiste compliment altijd als het over mijn persoonlijkheid gaat. Omdat ik heb vaak, als ik in de tattoo shop klanten heb, en die dan uiteindelijk zeggen van amai, ik had niet gedacht dat jij zo'n aangenaam, lief, warm persoon waart. En mensen zeggen dat allemaal van amai, ja, die is zo lief, die is zo... En dan denk ik zo van, dat is echt een mooi compliment als ik dat krijg. Dat het eens niet over mijn uiterlijk gaat. Dat is eigenlijk echt de façade zien. Ja. Hetgeen wat erachter zit. Oké. Okay. Ja, we hebben nu bij deze beter leren kennen. En... valt tegen. Enorm. Thanks. Echt zo. We sluiten ons aan bij die personen die dat vinden. Het was echt het was zeer aangenaam. Ik hoop dat je het zelf ook een beetje plezant vond. Wow. Ja, dat is snel. Ja. Masso menos. Je gaat wel even nog wat geesten zien, zeker. Ja, dat could ook, be better. Goed, ja. Ook niet op reageren. Echt zo. Ja, rond af, motherfucker. Daar is er ons enkel nog maar de kijker en de luisteraar thuis te bedanken. Onze gast Pommelien te bedanken. En iedereen, dag te zeggen, tot de volgende keer. Dag. Dag.